Goedemorgen allemaal en welkom bij het Oogstfeest. Hier live vanuit Pakhuis De Zwijger. Georganiseerd vandaag door Stichting Doen. Welkom aan iedereen hier in de studio, want we hebben een klein publiek. En vooral ook welkom aan de mensen thuis. Die zijn ingetuned via Zoom. Wat ontzettend fijn dat jullie erbij zijn vandaag. Deze ochtend vieren we samen met jullie de oogst van de afgelopen 2 jaar, waarin heel veel verschillende voedselinitiatieven, voedselpioniers, voedselveranderaars zoals jullie hebben gewerkt aan hele mooie projecten. Die zijn gesteund door Stichting Doen binnen het speerpunt Klimaat en Voedsel. En daar gaan we vandaag heel veel over horen. Er komen presentaties voorbij, we gaan met mensen in gesprek. We gaan horen wat er allemaal goed ging en misschien wat minder. En we kijken samen met elkaar naar de toekomst. Ik heb daar heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Jullie mogen ook natuurlijk vanuit huis meedoen. Dat is ook vooral de bedoeling. Dus er zitten een aantal momenten in het programma waarin jullie ook zelf vragen kunnen stellen aan de sprekers hier in de studio. Dat kan via de chat of gewoon door je hand op te steken. Of dat groene voorwerp wat jullie als het goed is bij de hand hebben. Misschien moeten we dat heel even testen. Even kijken naar de mensen thuis. Hebben jullie iets bij de hand? Ik heb deze boerenkool. Ja. Steek maar even goed omhoog, dan kan ik het zien. Kijk, iedereen heeft volgens mij iets. En de mensen thuis, die zijn allemaal voorzien. De mensen hier in de studio, onder jullie stoel ligt een bosje peterselie. Dus jullie mogen ook meedoen. Als jullie een vraag hebben aan iemand, maar vooral ook als je in contact wil komen met een van de mensen hier die vandaag aanwezig is, steek dan even dat groene voorwerp omhoog. En als je dat niet hebt, mag je ook gewoon naar me zwaaien. Dan zie ik je ook voorbij komen. Mijn naam is Helen Kranstauber. Ik ben de moderator van deze ochtend. Ik ben oprichter van campagnebureau Food Cabinet. En ook een van de initiatieven binnen het programma. Ik heb de podcast Het Voedselkabinet gemaakt, samen met mijn collega Samuel Levy, met de steun van Stichting Doen. Hij is te beluisteren in alle podcast-apps die er bestaan. Dus mocht je hem nog niet kennen, ga dat vooral doen. Maar we beginnen het programma met onze eerste gast. En dat is Maarten Derksen. Goedemorgen. Welkom. Jij bent programmamanager bij Stichting Doen. En natuurlijk ook de organisatie die is begonnen met zaaien. Waardoor we nu ook vandaag kunnen oogsten. Want jullie zijn dat speerpunt klimaat en voedsel begonnen. En hebben alle initiatieven gesteund. Dus daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar allereerst wil ik ook zeggen wat fantastisch dat we vandaag toch bij elkaar kunnen zijn. En dat jullie dat initiatief hebben genomen. Wij zijn er ook heel erg blij mee. Het is fijn om de mensen hier in de zaal te zien. Maar ook op afstand in de Zoom. Ja. Dat we toch met elkaar kunnen verbinden en kunnen delen. Waarom zijn jullie, want volgens mij is het ongeveer 2 jaar geleden, dat speerpunt klimaat en voedsel begonnen? Wat was daar de reden voor? Ja, het is inderdaad 2 jaar geleden dat wij daarover nadachten. Klimaatverandering is natuurlijk een groot thema in de wereld. Wij lazen toen eigenlijk het boek Drawdown dat net uitkwam. Waarin heel veel maatregelen staan. Gebeurtenissen in de wereld die een grote impact hebben op klimaatverandering. Ja. En als je naar de top 11 kijkt, dan staan er wel iets van 4 onderwerpen in die iets met het voedselsysteem te maken hebben. Ja. Dat is voedselverspilling, maar ook een plantaardige dieet. En wij wilden als Doen heel graag ook een bijdrage leveren van wat kunnen we nou nog meer doen om de transities naar een groenere, socialere, creatievere wereld te versnellen. Ja. En toen dachten we, nou, een plantaardig dieet, dat helpt tegen klimaatverandering. Het is veel gezonder voor mensen. Maar het is ook een onderwerp wat we in plaats van dat we vanuit onze programma's kijken, groen, sociaal of creatief, dat we vanuit al die invalshoeken kunnen kijken van hoe kunnen we daar iets mee doen? Hoe kunnen we die transitie versnellen? Transitie is misschien een gek woord of moeilijk woord, maar eiwittentransitie is nog een moeilijker woord. Ja, daar gaan we het ook over hebben vandaag. Ja, vooral de verandering, toch? De verandering inderdaad. En wij denken dat door het netwerk van Doen, door al die partijen die om ons heen zitten, als wij die kunnen financieren en daar meer over kunnen communiceren... Dan dragen wij ons steentje daaraan bij. Ja. Ja, want dat is denk ik ook het kenmerk van dit programma. De verbindende factor is voedsel en natuurlijk wat jij zegt, thema klimaat, plantaardig eten. Maar het is ontzettend divers. We gaan allemaal verschillende mensen zo meteen ontmoeten. Maar dat is eigenlijk heel erg uiteenlopend qua werkwijze en aanpak. Heel veel creativiteit zit er ook tussen. Waarvoor was het belangrijk voor jullie om dat ook specifiek toe te voegen? Om echt
het creatieve domein ook hier een plek te geven. Ja, ik denk transities worden vaak bekeken vanuit één sector of vanuit één onderwerp. En wij geloven dat een transitie is niet één deel van de maatschappij, dat is de hele maatschappij. In een transitie gaat bijvoorbeeld over meer plantaardige eten. Gaat het er ook om dat het voor iedereen toegankelijk is. Ja. Dus dat is ook die sociale component. En wil je naar een heel ander systeem toe gaan, naar een andere maatschappij, dan heb je daar verbeeldingskracht voor nodig. Dan moet je iets bedenken van hoe kun je dat anders gaan doen? Hoe ziet dat dan eruit? En ik denk zeker vanuit de creatieve hoek, designers, kunstenaars, die hebben het vermogen om met hele nieuwe denkbeelden te komen. Waardoor het ook voor veel andere mensen tastbaarder wordt van, die kant zou het op kunnen gaan. Ja, iets wat we ons nog helemaal niet kunnen voorstellen, wordt dan opeens toch wel precies, realiteit. Precies, en waarvan je misschien denkt, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Maar dat bedenk je niet zelf en daar heb je anderen weer voor nodig. Ja, we gaan er zo meteen een heleboel van horen. Hoe kijk jij terug op de afgelopen 2 jaar? Ben jij blij met het resultaat? Of je kijkt ook heel erg naar impact. Kan je daar iets over zeggen? Wat heeft het opgeleverd? Ja, zeker. Ik kijk met heel veel trots terug op de afgelopen 2 jaar. Enerzijds wat we ook als stichting doen hebben geleerd. Door veel meer met verschillende programma's samen te werken op één thema. Dat is echt heel erg goed bevallen. En ik denk al die voorlopers die wij hebben kunnen ondersteunen, die hebben allemaal op hun eigen manier een impact gemaakt. De ene is via een campagne, die bereikt een miljoenen publiek. Een andere, dat is veel meer actief zijn in de buurt. En die bereikt zeg maar de tante om de hoek om daar iets mee te doen. En ik denk die diversiteit aan op verschillende manieren impact maken. Dat levert ook heel veel. Ik geloof ook echt dat het impact oplevert in dat meer mensen mee zijn gaan doen in een trend die al gaande was. Meer naar een plantaardige dieet. Ja. En ik denk dat het, doordat wij dit kunnen ondersteunen, kunnen andere mensen dat allemaal echt in praktijk gaan brengen. Ja. En ik denk ook dat het daarmee navolging krijgt. En we hebben nu, gezaaid. Dit is het oogstfeest. Onderdeel van het voedselsysteem is ook consumeren. Ja. Dus laten we dat ook vooral de komende jaren gaan doen. Zeker, dat hoop ik ten zeerste. Dit is inderdaad het einde van dat speerpunt. What's next? Jullie blijven sowieso natuurlijk voedselinitiatieven steunen. Dus mensen kunnen altijd bij jullie terecht met een goed idee. Ja. Komt er nog een speciaal programma weer gericht op voedsel? Of wat zijn de vervolgstappen ook na vandaag? Nou, het speerpunt was verschillende programma's bij elkaar. Sociaal, creatief en groen. En ik denk de geleerde lessen ook uit het speerpunt zijn dat we vanuit de groene kant ook kijken van kunnen we veel meer gaan doen met bijvoorbeeld buurtinitiatieven binnen het voedselsysteem. En zo kun je ook vanuit de sociale kant kijken van kun je misschien net iets meer soms de groene kant op gaan. Dus alle geleerde lessen die we mee kunnen nemen, die worden eigenlijk opgenomen in de reguliere programma's. En wij zouden heel graag weer een volgend speerpunt willen benoemen. Ja. Ja, welke dat is, gaan we zien. Of daar laten we ons te inspireren door alles wat er gebeurt om ons heen. Dat zou mooi zijn. Dankjewel, Maarten. En ontzettend fijn dat dit initiatief is genomen. Dankjewel. Ja, we gaan naar onze eerste spreker, voedselpionier. Hij noemt zichzelf ook wel artistiek onderzoeker, wat ik echt een geweldige titel vind. Ik ken hem al een tijdje. Ik volg hem al een tijdje, dat weet hij misschien niet. Bijvoorbeeld zijn project The Incredible Shrinking Man. Als je dat niet kent, google dat eventjes. Maar dat is Arne Hendricks. En hij begeeft zich als kunstenaar in de wereld van de wetenschap. En op dit moment is hij artist in residence bij de Wageningen Universiteit, waar al onze landbouw- en voedselonderzoekers zitten in Nederland. En hij is hier vandaag om een lezing te geven, een presentatie over zijn werkwijze en waar hij op dit moment mee bezig is. Dus ik geef het woord aan Arne Hendricks. Zonder fundamenteel onderzoek kan er geen fundamentele maatschappelijke verandering plaatsvinden. Artistiek onderzoek is vaak fundamenteel onderzoek, maar we moeten ervoor waken dat we een toegenomen samenwerking tussen wetenschap en kunst, dat het geen vervanging wordt voor vrij wetenschappelijk onderzoek. Als ik iets heb geleerd van de samenwerking met wetenschappers, dan is het wel dat ik ze meer tijd zou gunnen om buiten hun eigen steeds nauwer afgebakende en dieper ingesleten paden te treden. Ook binnen het thema van de eiwittransitie. Dat even eerst. De volgende fragmenten zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen, lopende projecten en fantasieën die zich de afgelopen maanden hebben afgespeeld tijdens mijn residentie aan de WUR.
rondom het thema van de proteïnetransitie. Het is een work in progress, een schets, en roept waarschijnlijk meer vragen op dan het antwoorden zal geven. Fragment 1. Ik ben eindelijk aangekomen op het eiland Okinawa in Japan, waar ik hartelijk werd ontvangen door de kleine en bijzonder elegante mevrouw Kuranari, die me ook direct een heerlijke maaltijd voorzette. Iets van mosselen met Zeeuwse miso van veldbonen. Met prette oogjes zei ze, Hara Hachibu. Toen ik aangaf dat ik haar niet begreep, stak ze haar linkerarm uit en liep met twee vingers van haar rechterhand langs haar arm. 1, 2, 3, 4, 5 stapjes en toen weer een stapje terug. Vervolgens pakte ze dat denkbeeldige stapje, reikte die mij aan en wreef over haar buik. Toen ik later toch maar even opzocht wat Hara Hachibu dan betekent, bleek dat men dit in Okinawa zegt aan het begin van een maaltijd. Hara Hachibu, eet totdat je 80% vol zit. Dus eet niet tot je niet meer kunt, maar eet tot je geen honger meer hebt. Leef ruim binnen de grenzen. Met dat stapje terug gaf mevrouw Kuranari mij 20% echte ruimte cadeau. Fragment 2. Iemand uitnodigen is niet hetzelfde als ruimte hebben om je gasten onder te brengen. Eerder een uiting van het verlangen daar ruimte voor te hebben. Wat overigens een herkenbaar en eerlijk verlangen is. Toen ik als artist in residence aan de WUR begon, moest ik dan even op zoek naar ruimte. En ik denk dat ik de perfecte plek gevonden heb. Niet voor niets noemt David het de kleinste universiteit van Nederland. Het hokje, want meer is het echt niet, ligt op een heuveltje midden in het ecodorp Peepau, aan de rand van Wageningen, en kijkt uit over zonnepanelen, een verzameling tiny houses, een ecotoilet, een kiphok, een moestuin en iets verderop de gemeenschappelijke ruimte en de keuken. Samen met de inwoners van Peepau en studenten van de Design Academy en de WUR en leden van de degrowth-beweging, zoals Shizu Sato, socioloog consumptie en huishoudens aan de WUR, stellen we een curriculum op voor de kleinste universiteit op basis van de 80% van Hara Hachibu. Pablo, een Peepau-bewoner en een WUR-student met een passie voor voedselbossen, zei dat hij hoopt dat het een ruimte wordt die de ruimte voor verandering in onszelf wakker kust. Ja, dat had David mooi gezegd. Pablo mooi gezegd. Niet alleen wat minder eten, maar ook anders eten. Niet alleen kleiner wonen, maar op zoek naar andere kwaliteiten van samenleven. Niet alleen plantaardig in plaats van dierlijk, maar cyclisch. Niet alleen een mens die afziet van, maar een mens die zich ontwikkelt en verlangt naar. Wie gaat de mens worden? Fragment 3. Tijdens een dinertje ter ere van het een of ander schuift er een onderzoeker naast mij aan. Hij werkt bij Unilever en nadat hij me uitvoerig heeft verteld over de vele uitdagingen die hij heeft overwonnen in het ontwikkelen van het piramidevormig theezakje van Lipton, zegt hij, iedere dag hebben onze klanten van Unilever 2 miljard interacties met een product van ons. Dus als wij een hele kleine, voor de klant misschien zelfs onzichtbare verbetering toepassen, ergens in het productieproces, dan kan dat een enorme impact hebben. En hij heeft vooral enorm plezier in het maken van deze beweging. Terwijl hij dit vertelt. Alsof hij onzichtbare paprika-chipsjes uit de lucht toverde, terwijl achter hem het landschap in een eindeloos aardappelveld verandert. Met dichter en voedoe-priesteres Maria van Dalen en de IJslandse sociaalgeograaf professor Edward Huibens, ook van de WUR, wandelen we door dat aardappelveld. Wandelen we door die optelsom van talloze onschuldige bewegingen. Op zoek naar een nieuwe taal om onze verbondenheid met de aarde te duiden. Fragment 4. Finn Beckering en ik zitten in de Kentucky Fried Chicken in Beverwijk. Volgens geruchten heeft een lokale groep activistische chicketarians het plan opgevat om van KFC een politieke beweging te maken. Ze hebben een groot belang gekocht in Yum Brands, het moederbedrijf van KFC, en zeggen met een mix van agressieve marketing en lobbying en een appel aan sluimerend ecologisch bewustzijn de consumptie van varkens- en rundvlees volledig te willen vervangen door kippenvlees. Want, zo stellen ze, de kip is behoorlijk ecologisch verantwoord. Elke nugget in plaats van een hamburger is winst. Zien we hier het begin van een agressieve toe-eigening van de proteïnetransitie? We zullen zien. Als ik zo om me heen kijk, is activistisch consumeren vooral onder jongeren vrij populair. Het schijnt dat geïnspireerd door de kledingkeuze van Colonel Sanders, de oprichter van KFC, steeds meer jonge mensen double-breasted jasjes dragen. Het is een soort uniform geworden, zoals de arbeidersjasjes van Mao. Ze hebben zelfs een rood boekje. Het lag hier op tafel. Het is een politieke brochure met een partijprogramma.
Blijkbaar is er echt iets aan de hand. Fragment 5. Miso maken is als het schrijven van een brief naar de toekomst, zegt fermentatiedeskundige Marika Groen, terwijl we zeekool oogsten langs de Oosterschelde. Een stukje verderop, op de boerderij van Cor van der Welen, boerin en professor humanistische filosofie aan de Weur, zijn we miso aan het produceren. Nu de koude maanden zijn aangebroken, is het weer tijd om deze zilte gefermenteerde veldbonenpasta te maken. In Japan noemen ze dat zo mooi kanjikoni, maken in het koude seizoen. De kou, de tijd, de schimmel, de rijst, onze handen en de taaie veldbonen van de akkers van boerderij Veldzicht creëren samen de diepe verslavende umami-smaak waarmee we in Nederland al honderden jaren onze ertessoep en zuurkool op smaak brengen. Het bekende miso-mosselpannetje met zeewier is hier op Noord-Beverland ontstaan. De Zeeuwse miso-oesterzwamkroket gaat de wereld over. Ruim 400 jaar handelsbetrekkingen met Japan hebben hun culinaire vruchten afgeworpen. Miso voegt de umami toe aan kapotgekookte Hollandse groenten. Bovendien inspireerde het een postfossiel begrip van voedselbereiding, ook wel postbarbecuisme genoemd. Weg van het vuur en richting de samenwerking tussen verschillende vormen van leven. We hebben leren vertrouwen op de schimmel. Beschamen we dit vertrouwen door tijdens het fermentatieproces de biochemicus Twan America toe te staan de biobeschikbaarheid van de verschillende aminozuren in onze veldbonen miso te onderzoeken? Fragment 6. De duivenpoeptorens, die we steeds opnieuw bouwen langs het spoor bij Mediamatic, zorgen niet alleen voor rijke meststoffen, maar vormen ook een lokaal geproduceerde proteïne in de vorm van jonge duiven en duiveneitjes. Door de torens met afvalmycelium uit de oesterzwamteel te bouwen, doen we daar nog een schepje bovenop. Na ongeveer 2 weken zijn de myceliumblokken aan elkaar gegroeid. En kun je de eerste paddenstoelen aan de buitenzijde oogsten. Daarna drogen we de toren en kunnen de stadsduiven een nestplaats zoeken. Toch al snel een stuk of 30. Het is niet nodig de vogelpoep weg te scheppen, want zodra de organische toren weer tot aarde vervalt, meestal na een jaar of 2, 3, dient zij als een rijke voedingsbodem voor het veld waarop de maïs wordt gezaaid, die de duiven weer voedt. Met de overgebleven stengels en bladeren persen we nieuwe blokken om weer paddenstoelen te laten groeien. Stro wordt zwam, zwam wordt bouwsteen, bouwsteen wordt duivenkot, duivenkot wordt vruchtbare aarde, waarop in het nieuwe jaar de maïs en het stro groeit. Het is een wezen met verschillende gezichten. Met de paddenstoelengroep van de Weur, zwammenkweker John Verbrugge, ontwerper Jozef Sap en de vrijwilligers van het World Soil Museum onderzoeken we hoe we dit meersoortig cyclische organisme zullen noemen. Want als je geen naam hebt, besta je niet. Het laatste fragment. Vandaag hebben we oma opgegeten. Het laatste fragment moet nog even starten, geloof ik. Nou ja, de palingen die door de nauwe toegangsgaten waren binnengedrongen in haar in de IJssel afgezonken doodskist om zich aan haar lichaam te goed te doen. Ik heb er 3 op, zoekend naar de smaak en de geur van oma. Hoe lang zal ik me haar parfum nog herinneren? De beambte die kwam controleren of de paling wel echt uit haar verzegelde kist afkomstig was niet te beroerd om ook een stukje paling achterover te slikken. Hij draagt nu een stukje van oma met zich mee. Trouwens, oma hield ze helemaal niet zoveel van vis. Ik weet nog heel goed dat toen oom Theo werd opgenomen in de voedselcyclus, ze had gezegd dat we hem beter aan de varkens hadden kunnen voeren, omdat ze meer van carbonaatjes hield. Ik ben denk ik blij dat ze dat niet hebben gedaan. Hara Hachibu. Dankjewel, Arne. Dat is wat ik noem radicale verbeelding. Prachtige verhalen die misschien wel ook werkelijkheid gaan worden. Jij bent in ieder geval nog de komende tijd te vinden in Wageningen voor jouw onderzoek. Heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Hier aan tafel praten we verder over die radicale verbeelding en creativiteit. En dat doe ik met 3 gasten die hier in de studio aanwezig zijn. Monique Merks, artistiek leider van het Maastheater en regisseur van het voedseltheater De Wilde Keuken. Welkom. Jorn Konijn, hoofdprogramma van de Dutch Design Week. Ook welkom. En via Zoom is aanwezig voedselontwerper Katja Gruiters. Ja.
Leuk dat je erbij bent. We gaan zo meteen met elkaar in gesprek. Ik begin even met jou, Monique. Want jij hebt een prachtig theaterstuk gemaakt afgelopen jaar. Dat moest helemaal corona-proof natuurlijk. Dat is jullie heel goed gelukt. Ik heb de voorstelling ook gezien. Ik dacht, voor de mensen die hem niet hebben gezien, misschien leuk om heel even naar de trailer te kijken. Zodat we allemaal even een beeld hebben bij De Wilde Keuken. Dus laten we dat eerst eventjes gaan doen. Een stevige bodem is de basis van alles wat met eten te maken heeft. Zonder goede grond, geen groei. Iets dacht ik naar de toekomst, dat ik zo min mogelijk nodig heb van wat de aarde voortbrengt, maar wel met die aandacht van eten. Wij hebben de afgelopen 3 dagen gestoeid met het idee hoe wij in de toekomst met eten omgaan. Maar wat we nu doen is een proeflab. Hier een stuk of 30 tekeningen om hier te hangen. Voor allemaal eetbare waterplanten. We hebben zelf dingen gekweekt. Daar zit de tuinkers. Allemaal verschillende dingen. Het eten maken is ook een kunst, zeg maar. Lieve vaders, moeders, ouders, verzorgers. Voor we jullie weer naar buiten laten gaan, hebben we eerst nog een appeltje met jullie te schillen. Welkom bij het 8e creatief college van De Wilde Keuken. Deze gaat over de toekomst. We hebben er al 8 gehad, waaronder allerlei onderwerpen van natuur tot dieren, tot zintuigen, tot neuken, tot in je hoofd. Maar vandaag gaan we het over de toekomst hebben. Kurkuma, komijnzaad, korianderblaadjes, kikkererwten. In De Wilde Keuken ontdekken we dat we zijn wat we eten. En dat we eten wie we zijn. We zijn hier in De Wilde Keuken nieuwsgierig naar alle smaken van de hele wereld. Ja, alleen is dat dus helemaal niet zo milieuvriendelijk. Eet gewoon eens een keer wat je in je eigen tuin kan planten, mensen. Ik heb geen tuin. Dit is jullie galgenmaal. Bij dit galgenmaal veranderen wij langzaam de toekomst in. En bij verandering hoort afscheid nemen. Jappa! Achterhap! Schouderham! Rauweham! Varkenslever! Runderlever! Leverworst! Palingworst! En dan denk je misschien wel van ja, hallo, wat kan ik daaraan veranderen? Nou, eigenlijk heel veel. Elke stap, elke verandering maakt een groot verschil. Tijd voor actie. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel. Hij ook. Ja. Want de toekomst, dat is nu. En nu. En nu. Ja, en nu. En nu. En nu. Ja, mooi. Complimenten voor de voorstelling. Prachtige decors en kleding. Waarom wilden jullie graag een theaterstuk maken over voedsel? Ja, ik dacht, we moeten op andere manieren gaan prikkelen. Want wij doen natuurlijk ook heel veel aan educatie. Maar dat gaat zo vaak over opletten. Pas op. En ik wilde een keertje iets doen wat ging over overdaad en over juist heel veel en alle rijkwijde van wat allemaal met eten te maken heeft. Ja, en dat is ontzettend veel. Ja, en toen bedacht ik nou, stel dat we niet meer bovenaan de voedselketen staan, maar dat we er middenin staan. En stel dat je als jongere of als kind een zaadje bent. En de hele voorstelling richt zich daarop, op het gegeven. Je bent een zaadje, je hebt de potentie om te groeien iedere kant op die je wil. Nou, we hebben dat letterlijk genomen. Ja. Je kunt dus ook, dan gingen we ook vragen, wat voor vrucht ben je? En dan zeiden die, ik ben een tomaat. En dan heb je ook een andere binnenkant misschien. Ja, een wat pittiger knoflook als binnenkant. Tomaat met knoflook, hoe kan dat dan samengaan? Dus dat was een deel van de voorstelling. Ja. En je bent wat je eet, hebben we ook letterlijk gedaan in mensen met hun hoofd op het bord leggen. Dus dat eigenlijk ook
je een ingrediënt bent van de maaltijd. Ja. Ja, dat was een heftige scène waarin we inderdaad afscheid moesten nemen van het vlees. En mijn dochter vroeg zich af of er inderdaad echt daar een varkentje werd geslacht. Maar dat was allemaal nep. maar het was ontzettend goed gedaan. Ja, want jullie hebben je echt gericht op de jeugd, op kinderen. De voorstelling is voor kinderen. Wat waren een beetje over het algemeen de reacties van kinderen op dit officieel thema? Officieel was deze voorstelling voor 12+. Ja. Maar er kwamen ook altijd kinderen. Wij maken voor iedereen. En je ziet ook dat er heel veel volwassenen komen. Zelfs heel veel ouderen ook. Maar wij hadden ons gericht op 12+ en mbo'ers. Dus op een groep die niet per se standaard naar het theater gaat en ook niet standaard met voedsel bezig is. En dat was ook een heel belangrijk drijfveer. Dat we eens een keer iets deden, echt gericht op... Nou, wat zijn jullie verhalen met voedsel en wat kunnen wij daaraan toevoegen? Dus het is een heel lang onderzoeksproject geweest. Hè. De voorstelling was één onderdeel. Maar daarvoor hebben we, zoals je ook ziet in die trailer... ook met die mbo'ers bijvoorbeeld hun onderzoek gedaan. En dan kom je ook wel even weer in de realiteit. Want ik ben dan in dit proces langzamerhand vegetariër geworden. Ja. het duurde best wel lang eigenlijk. Maar we hadden ook echt gesprekken met jongeren... die zaterdagavond samenkwamen om kipnuggets te verdelen. Ja, te snacken. Want je kon dan goedkoop kipnuggets halen. En dan laden ze dat in hun auto. En dan kwamen ze op een parkeerplaats samen om dat te verdelen. Dus we hoorden ook allemaal dingen over hoe zij aten. En het onderwerp hamburger is gewoon blijft met stip bovenaan staan. Ja, dit is populair nog steeds. Ja. Dus we waren ook wel bezig met hoe moeten we jullie verleiden... om ook andere plezierige dingen mee te maken. Ja. Mooi, we gaan er zo meteen nog verder over praten. Ik ga even naar Jorn, die zit tegenover jou, van de Dutch Design Week. Jullie hebben een uitdagend jaar gehad natuurlijk met de Dutch Design Week. Ja. Volledig anders dan andere jaren, natuurlijk helemaal online. Ik ben graag gast op de Dutch Design Week. Dus voor mij was het ook echt een gat in de agenda. Ik heb het heel erg gemist. Voedsel is altijd een belangrijk thema bij jullie op de Dutch Design Week. Al enkele jaren. Waarom is dat krijgt dat zo'n prominente plek in het programma? Nou, ik denk dat enerzijds omdat er gewoon heel veel designers met voedselproductie, met hoe voedsel eruit ziet, hoe wordt gepresenteerd, die zijn daarmee bezig. Dus dat zeg maar natuurlijkerwijs vanuit onze community is er al heel veel vraag naar. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Al heb je het over grote maatschappelijke transities, dan speelt voedsel daar een cruciale rol in. En dat is ook een rol, denk ik, die de Dutch Design Week altijd probeert te spelen, in dat je dat soort onderwerpen probeert te agenderen. Dus voedsel is daar noodzakelijk in. Ja, want inderdaad, volgens mij was 2 jaar geleden was de Embassy of Food voor het eerst op de Dutch Design Week. Ja, een paar jaar lang heeft hij eigenlijk heel succesvol gedraaid. Ja. En 2 jaar geleden werd hij eigenlijk niet meer geprogrammeerd. Ja. Om allerlei verschillende omstandigheden. En dit jaar hadden we zoiets van... we moeten toch echt weer die MC of Food weer terugbrengen. Ja. En dat zou oorspronkelijk zijn in een cafetaria. Echt een fysieke plek. Waar iedereen 1,5 meter afstand zou kunnen bewaren. Maar waar het ook heel erg ging om de intimiteit van het voedsel eten. Dus we wilden aan de ene kant daar zeg maar ontwerpen presenteren. Maar aan de andere kant ook de bezoekers eigenlijk dat gevoel geven van samen zijn. Wat in het tijden van corona natuurlijk erg gemist werd. Ja, je noemde net inderdaad het leeft ook in onze community. Ja. Dat is ook wel iets wat ik zie. Dat er steeds meer ontwerpers bezig gaan met dit onderwerp. Maar hoe is dat te duiden volgens jou? Is dat inderdaad gewoon, het is een groot maatschappelijk thema, of sluimert dat dan toch al langer op de achtergrond? Ja, ik denk dat het al langer op de achtergrond sluimt. Het is ook denk ik niet iets wat noodzakelijkerwijs alleen maar van de laatste paar jaren is. Al kijk je naar waar ontwerpers in de jaren 60 of 70 al mee bezig waren. Dat was ook heel erg rondom food. Okay, We zijn eigenlijk gaan kijken ook naar wanneer werd voedsel voor het eerst tentoongesteld in kunstmusea of in designmusea. En zie je al prachtige voorbeelden uit het MoMA in de jaren 70. Waar het helemaal over brood gaat. Dus het is niet zozeer dat het uitsluitend iets is van de laatste paar jaren. Nee. Nee, het is gewoon een thema wat natuurlijk een grote rol speelt in het leven van de mens. Dus, ja, ik denk wel dat een aantal plekken, bijvoorbeeld door de opleiding als Design Academy, waar dat echt ook geagendeerd wordt, voedseldesign. Ja, dat is wel een soort vliegwiel waardoor het groter wordt. Ja.
We hadden het met Maarten net ook over. Dat binnen dit programma is er echt expliciet aandacht voor creativiteit, voor design. Ja, hoe belangrijk, jij bent natuurlijk elke dag bezig hiermee. Van hoe belangrijk is het dat inderdaad creatieve mensen zich ook mengen, veel meer mengen in dit voedselnetwerk? Ja, ik denk echt essentieel, maar dat is natuurlijk een beetje misschien preken voor eigen parochie. Maar ja, het is zo cruciaal wanneer je die prachtige voorbeelden, ik denk waar we vandaag ook nog een hele hoop voorbeelden van gaan zien, waarin je de industrie met de creativiteit van designers samen ziet komen. Ja, wat gewoon zoveel teweeg kan brengen en zoveel verschil kan maken. Ja. Dus ik denk juist die creativiteit is essentieel er. Ja. En zijn er al plannen voor de toekomst? Want dit was natuurlijk een bijzonder jaar, maar ja. Blijft voedsel op jullie agenda staan? Zeker weten, ja. Dat merkt wel meteen weer dat we weer, zeg maar, programmeerden dit jaar. Alle reacties merkt hij meteen dat we dat volgend jaar gewoon weer door gaan zetten. Ja. En daarin geven we eigenlijk ook het stokje aan drie ontwerpers die een speciale rol hadden in de MC Food. En we hebben eigenlijk tegen hen gezegd, of we gaan tegen hen zeggen van, kunnen jullie hier iets mee en kunnen jullie dit verder gaan dragen? Ja. Dus mooi. Dat is een beetje het idee. Ja, heel benieuwd. Als er trouwens vragen zijn vanuit thuis, daar is ruimte voor. Dat kan via de chat. En zometeen is er ook nog ruimte om de boerenkool de lucht in te steken. Dus mochten er vragen zijn, er is zometeen ruimte voor. Ik ga even naar Katja Gruiters. Die zit thuis in haar studio, als ik het zo goed zie. Welkom, Katja. Hi, Helen. Jij bent absoluut een van de voorlopers. Ik bedoel, als het gaat over creatieven die zich bezighouden met voedsel. Jij houdt je daar al langere tijd mee bezig. Heel inspirerend. Jij hebt ook een project ben jij gestart binnen dat speerpunt klimaat en voedsel. Zou jij ons daar iets over kunnen vertellen? Iets kunnen delen waar je aan hebt gewerkt? Jazeker. Ja, we hebben gewerkt aan het project Snackbar Unit. En daarbinnen doen we eigenlijk onderzoek. En met de Snackbar Unit doen we op speelse en creatieve wijze toegepast wetenschappelijk onderzoek naar factoren die het eetgedrag van consumenten op positieve wijze beïnvloeden. En die resultaten die dragen dan bij aan een duurzamer en gezonder eetgedrag. En de toepassing, daar hopen we dan ook te realiseren in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, maar ook vooral de consument. Ja, en hoe gaat dat precies in zijn werk, in de praktijk? Heb je daar, kan je dat een beetje schetsen voor ons? Want ik zie een soort rijdende snackbar. Of... Ja, we zijn nog. Dit is nog steeds in de fase dat we er werken dat we Jorren hopelijk volgend jaar ook naar de Dutch Design Week kunnen komen rijden. Ja. Je moet voorstellen dat het een. Ja, we hebben, net zoals wat Monique ook al vertelde, die hamburger die is enorm populair. Dat is wereldwijd een van de meest bekende. Icoon wat communiceert. Overigens, wat jullie nu achter op de afbeelding zien, dat is zeg maar de voorloper van het project TuneIt. Hier zien jullie een afbeelding van All You Can Eat Enough restaurant. Waar je ziet, het restaurant bestaat uit 6 onderzoeksgangen. En dit is een van de gangen. Waar je kunt zien dat er speciale tools zijn ontworpen om je buren, zeg maar, dat zijn zeg maar buurhap-tools met harpoenen, bootjes en uitrekbare vorkjes. Ja. Dit project, het was een pilot met 100 man gedurende 2 dagen. Dus onderzoek ging erin. Dat werd vertaald door middel van food design in 6 verschillende gangen. Uiteindelijk komt daar weer data uit. En wat we eigenlijk hebben gemerkt en getest tijdens dit restaurant, is dat er één gang, één onderzoeksrichting er echt uitsprong. Dat was het thema illusie. En dat hebben we dus vertaald naar het kleine broertje, de snackbar Unit. En om eigenlijk even uit te leggen, ja, wat houdt dat dan in, illusie? Ik laat jullie hier 2... Kijk, dat is fijn als je zit op je studio. Hier zien jullie eigenlijk 2 verschillende broodjes.
Nou, verbeeld het even als een hamburger. Zijn ogen verschillend, maar eigenlijk zijn ze hetzelfde. Ze bezitten dezelfde voedingswaarden en hoeveelheden. En daarmee kunnen we op een speelse wijze de consument eigenlijk testen op keuze en eetgedrag. En dat is eigenlijk wat we van plan zijn. Ja. En we hopen dan ook met de mobiele snackbar komend jaar het land door te gaan toeren. Maar we hebben nog wel wat partners nodig om alles rond te krijgen. Dus, maar dat gaat zeker goed komen. Ja. Nou, bij deze ook even een oproep voor als er mensen denken van ik ken nog iemand of ik wil partner worden, dan kunnen ze zich bij jou melden. En ik zag Jor net al knikken van welkom op de Dutch Design Week, toch? Zeker, dus dat is dan bij deze ook geregeld. Dankjewel, Katja. Wat nog even afsluitende vraag. Hoe zie jij de toekomst als het gaat over de rol van ontwerpers? Jij bent natuurlijk al heel lange tijd bezig met dit onderwerp. Wat zou jij misschien mensen die nog aan de start staan van hun carrière of loopbaan nog kunnen meegeven? Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om door middel van food design kun je eigenlijk hele complexe problemen toegankelijk maken voor een breder publiek. En ik denk dat dat absoluut heel belangrijk is op het moment nu we in die voedseltransitie zitten. En dat kunnen we allemaal niet alleen. Dus hoe meer mensen en initiatieven en jonge ontwerpers zich daarmee bezighouden, hoe meer impact we uiteindelijk kunnen maken. Ja, dankjewel Katja. Dankjewel voor jouw bijdrage. En ik kijk uit naar de volgende Dutch Design Week. Hopelijk is die weer iets meer zoals we hem kennen. Ik ga heel even naar de mensen die thuis zitten. Kijken of iedereen nog wakker is en nog voor het scherm. Zijn er mensen die aan de hand van de praatjes die we net hebben gehoord, de presentaties, de gesprekken die ik heb gevoerd, nu al denken van hey, dit vind ik dusdanig interessant. Dit zijn mensen waar ik heel graag een keer mee in contact wil komen of ik heb een prangende vraag. Als dat zo is, zou je dan even je groene voorwerp omhoog willen steken of je hand? Zie ik mensen zwaaien? Ja, ik zie, even kijken. De meneer met de bril. Ik zie even Martin. Martin, ja. Nou, heel kort. Ja. Wij als stadsboerderij zijn ook heel erg bezig met het voedsel. Ook wat we hier verbouwen en naar binnen halen. Om toegankelijk te maken. Sorry, Martin, kan jij nog even vertellen wie jij bent en wat jouw initiatief is? Dan hebben mensen de context. Ja, ik ben Martin van de stadsboerderij in Osdorp. Ja. Ons thema is heel erg dat wat wij doen aan het verbouwen van groenten, et cetera, ook heel erg toegankelijk te maken voor de buurt. Hè. Zijn wij er werkelijk wel voor de buurt? Is feitelijk ons thema. Hè. Daar doen we nu ook onderzoek op. Mijn neiging is heel vaak toch te denken in termen van vragenlijsten, interviews en dat soort zaken meer. Ik wil even opmerken dat ik heel blij word van het woord verbeelding en creativiteit en theater en zo'n idee van een snackbar en met jongeren stoeien in een positieve manier. Ik word heel erg gevoed om veel meer verbeelding en creativiteit in te zetten in het werk voor het komende half jaar om die buurt in te gaan. Dus daarvoor alvast dank. Ja, hartstikke leuk, Martin. Leuk om te horen en fijn dat dat al meteen dan zijn werking heeft op jullie. Dankjewel. We gaan zo meteen nog iets horen over jullie initiatief. Dus dat komt later nog in het programma terug. Bedankt Katja, bedankt Jorren en bedankt Monique voor jullie bijdrage. We gaan naar onze volgende spreker. En dat is iemand die onderdeel was van een programma wat ook onderdeel was van de Dutch Design Week, gesteund door Stichting Doen. Het programma Foodlab Pulses, waarin het creatieve netwerk van ontwerpers, designers werd gekoppeld aan mensen in de landbouwsector, verwerkers, telers, om pulvruchten meer op het bord te krijgen van de Nederlandse consument. Dus een geweldige crossover tussen creativiteit en ondernemerschap en het hele voedselnetwerk. Tom Grobbe van de Nieuwe Melkboer die geeft hierover een presentatie. Dus aan jou het woord, Tom. Ja, wij hebben als de Nieuwe Melkboer hebben mogen deelnemen aan Foodlab Pulses.
En dat hebben we gedaan onder de naam De Nieuwe Melkboer. Dat ging heel snel. De Nieuwe Melkboer bestaat eigenlijk uit Bart en mij, twee broers. Die zijn opgegroeid op een melkveehouderij in Enschede. En we hebben altijd voor de twijfel gestaan, of de keuze gestaan van... Hey, gaan we die boerderij overnemen? Ja of nee? En 4 jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt. Ja, we gaan het doen. We gaan de boerderij overnemen, maar wel op onze eigen manier. Dus we gaan een nieuwe weg inslaan. De Nieuwe Melkweg wel te verstaan. En dat is de plantaardige weg. Dus we hebben eigenlijk gekeken van nou, waar zien we nou de toekomst? En hoe ziet ons voedsellandschap eruit? En we missen daar toch wel gewoon een Nederlandse plantaardige drank. En die willen wij gaan maken. Zo zijn we 4 jaar geleden begonnen met het verbouwen van soja. Ups en downs, kun je wel vertellen. Maar uiteindelijk kunnen we nu zeggen dat we heel trots een echte sojadrink op de markt hebben gebracht. Van Nederlands geteelde bonen op onze eigen boerderij. Mega gaaf. Maar goed, je moet ook niet stil blijven staan. Dus je moet ook verder denken. En toen kwam eigenlijk dit traject op ons pad. Mede door ZLTO en Stichting Doen. Dat we verder mochten kijken dan alleen de sojaboon. En daar werden we gekoppeld aan de Concept Creation Chef, Sam Vreken. En Sam Vreken heeft ons geholpen om verder te kijken naar welke mogelijkheden er zijn met peulvruchten die in Nederland groeien. En dat is eigenlijk best wel een mooi traject geweest. Uiteindelijk is het de bedoeling dus dat we verder gingen kijken met wat zijn nou de mogelijkheden van met Nederlandse peulvruchten. Natuurlijk beginnen we dan met een verkenning van wat zijn de mogelijkheden, waar is behoefte aan. En toen hebben we vooral naar behoefte gekeken. En we zagen dat de chocomel in trek was, kurkuma, de chai lattes. En toen dachten we, laten we daarop op inspringen. Dus we hebben eigenlijk heerlijke plantaardige drinks gemaakt. Eigenlijk met de gewone doorsnee smaken. Eigenlijk waren we heel enthousiast, maar toen kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie van... maar waar staat de nieuwe... we wisten dat natuurlijk. Maar we dachten van, in hoeverre botst deze producten nou met onze DNA? De Nieuwe Melkboer, die staat voor lokale plantaardige dranken. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie van, misschien is het toch iets te ver van ons af, dit product. En moeten we toch kijken naar echt nog meer lokale ingrediënten. Dus hebben we heerlijke producten gemaakt, maar we dachten, we gaan toch verder kijken. En zo zijn we ook tegen de veldboon aangelopen, waar we al een kleine testveld bij ons op de boerderij hadden. En hebben we daar ook een heerlijke soja, hebben we een veldboonmelk van gemaakt. Echt de eerste stappen, wat ons betreft erg smakelijk al, maar wel erg complex. Dus dat betekent ook dat je dat dus verder moet ontwikkelen. Een drankje is, als je dat op keukenschaal kunt maken, heel leuk. Maar op grotere schaal komt er echt heel veel bij kijken. Zo hebben we dus ook in dat traject mogen kijken van wat houdt het dan in als we het op grotere schaal willen gaan maken. En daar zijn we eigenlijk al echt tot de conclusie gekomen dat het haalbaar is. Maar tegelijkertijd nog veel werk aan de winkel. Dus we hebben de eerste stappen mogen zetten op de weg naar een plantaardige melk van veldbonen. Maar er is ook nog een lange weg te gaan. Maar we willen in ieder geval ZLTO en de Stichting Doen echt hartelijk bedanken dat we de eerste stappen hebben mogen zetten. In deze goede richting. Yes, we gaan gewoon even een applaus geven hiervoor. Toch? Ja. We zijn het helemaal niet meer gewend met z'n allen om dat te doen. Maar waarom eigenlijk niet? Dankjewel Tom. Ik vind het echt ontzettend stoer wat jullie doen. En voor mij is het ook een soort van radicale verbeelding, maar dan gewoon in de praktijk. Van dingen kunnen gewoon al. Jullie hebben ook net in ieder geval je sojamelk gelanceerd, begreep ik. Dus als er mensen nog zijn die horecaondernemers kennen of andere afnemers die denken van ik wil hiervoor gaan voor zo'n vernieuwend product, meld je dan bij Tom. Wij gaan verder praten over deze eiwittransitie. We hadden het er net al even over. Een beetje ingewikkeld woord. Maar niks wat zoveel impact natuurlijk heeft op het klimaat dan het eten van vlees, dierlijke producten. Dus hoe bewegen we naar een wereld waarin we daarvan minder gaan eten? Daar weet Jeroen Willemsen alles vanaf. Welkom van de Green Protein Alliance. Ik kan me voorstellen dat je ook heel erg blij wordt van zo'n presentatie van Tom.
Ja, ik word hier heel erg blij van, ja. Inderdaad, Helen. Leuk om hier te zijn en Tom weer te zien. En zoveel andere, zoals ik ze noem, plant protein pioneers. Ja. Echt mensen die pionieren en weer andere groepen Nederlanders, ondernemers, consumenten aanzetten tot die eiwittransitie. Hè? Het weer terugkomen naar een gezonde balans in ons voedingspatroon met iets minder dierlijk en meer, ja, plantaardige producten. Ja, daarover gaan we met jou in gesprek. Ook met Jeroen Remmers, die zit hier ook bij mij aan tafel. En even zwaaien naar Veerle. Veerle Frins, directeur van ProVeg Nederland. Jij bent er ook bij. Fijn dat je bent aangehaakt. We komen zo bij jou terug. Ja, want jullie zetten je in voor een gezondere balans als het gaat om dierlijk en plantaardige proteïne in Nederland. Jullie richten je op bedrijven, politiek, consumenten ook, hè, via campagne. Waar zit voor jouw gevoel nou het meeste beweging? In welke van die netwerken? Is dat een beetje te duiden? Ja, we zijn begonnen met onze platform Zo kan het ook.nu in de pre-pandemische realiteit. De oude realiteit, vroeger, zou je kunnen zeggen. En ik weet nog dat we in februari stonden we nog op de huishoudbeurs. Daar hebben we meer dan 100.000, vooral dames, mogen trakteren op allerlei plantaardige lekkernijen. En, kan het je haast niet meer voorstellen. Nee, ik realiseerde me, die pandemie die heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Hè. Die heeft ons laten inzien dat hoe wij ons vervoeren, maar ook hoe wij onze dieren voeren, hoe we onszelf voeren, dat het gewoon niet meer van deze tijd is. En toen ik hierheen reed, toen dacht ik van ja, maar dit is ook het tijdperk van Zo kan het ook. Je hoeft niet meer elke dag met de auto naar kantoor, 1 dag met de auto naar kantoor en 2 keer met de trein en 2 dagen thuis blijven. Zo kan het ook. Ja. Je hoeft niet meer 3 keer in het jaar met het vliegtuig naar het buitenland. Nederland is prachtig. Zo, ja, kan het ook. En je hoeft dus ook niet meer elke dag vlees of zuivel te eten. Ja. Dat hoeft niet. Zo kan het ook. En dat is de essentie van wat we laten zien. En dat is de maatschappelijke beweging die wij nu ook zien. Ik zie dat terug in de cijfers. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van dit jaar is de verkoop van vleesopvolgers weer met 20% gestegen. De verkoop van plantaardige variaties op zuivel met 30%. Corporates stappen in. Ja. Unilever lanceerde het Future Food programma. Voor elke dierlijke product in het Unox assortiment komt er een plantaardige variant. Albert Heijn gaat het assortiment vegetarisch, veganistisch, plantaardig verdubbelen. Ja. Ja, dat zijn allemaal wat ik noem kantelsignalen. En die komen dus zowel vanuit de maatschappij als vanuit de professionele actoren, ja, die met ons allemaal samen maken wat, ja, wij op ons bord krijgen. Ja, dus volop in beweging. En er wordt ook heel vaak gesproken, hè, gedragsverandering. Het is zo moeilijk, het is zo weerbarstig, hè, om mensen aan te zetten tot ander eetgedrag. Maar je zegt eigenlijk, deze pandemie heeft daar misschien een soort toch wel aanzetje toegegeven om inderdaad anders te gaan kijken naar hoe we consumeren. Zo kan het ook. Ja. En dat gezegd hebbende, hè, met al die beweging die wij zien, dat vraagt ook, hè, ik zeg wel eens, we zijn op weg naar dat tipping point. Hè, dat kantelpunt in die voedseltransitie. Alle signalen, ik noemde er net een aantal, die zijn er. En dat vraagt ook op een andere manier, niet alleen waarop wij als consument naar de samenleving kijken, maar ook waarop wij, partijen zoals hier aan tafel en hier aanwezig, met elkaar samenwerken. Ja. Misschien krijg ik de gelegenheid om daar zo nog even op terug te komen. Gaan we het zo over hangt hebben. Wat, hangt wat moois in de lucht. Ja. Mooi, dankjewel Jeroen. Ga ik even naar Jeroen. Jij bent een van de initiatiefnemers van de TAP-coalitie. Moet jij zo meteen even uitleggen wat dat precies is. En jullie strijden eigenlijk lobbyen voor eerlijke vleesprijzen. Wat doen jullie precies? Ja, wij zijn een brede coalitie van nu 40 partijen. Dat zijn boeren, dat zijn artsen, dat zijn dierenwelzijns- en milieuclubs, bedrijven. Die allemaal eigenlijk één doel hebben. Dat vlees, maar ook zuivel en andere dierlijke producten, dat die een eerlijke prijs krijgen. Eerlijk voor de boer, maar vooral ook dat alle externe kosten, dus voor het milieu, de broeikasgassen, die hebben allemaal een prijs. Ook stikstof, fijnstof, biodiversiteitsverlies. Ergens wordt daar een prijs betaald. Maar dat we dat als consument gaan betalen. En dat via fiscaal beleid wordt ingevoerd in Nederland, in Europa, liefst in de wereld. Net zoals we dat doen bij de CO2-heffingen op energie. Ja.
Maar het zijn dezelfde vervuilende stoffen waar we voor ons voedsel niet voor betalen. Dus wij strijden daarvoor en met succes. In 1 jaar tijd is eigenlijk het denken daarover in Nederland en in toenemende mate ook in Europa echt gekanteld. Omdat wij konden aantonen, eigenlijk via consumentenonderzoek, dat een ruime meerderheid van de consument, je ziet het hier al een beetje in beeld aan de rechterkant, een recent consumentenonderzoek waaruit blijkt dat zo'n 60 tot 80% van de burgers in Nederland, maar ook Duitsland en Frankrijk, prima het vindt als we vlees wat duurder gaan maken. In dit geval dan met 1 euro per kilo, was de vraag. Het zou misschien nog wel wat meer moeten worden. Maar zo'n grote groep wil dat al. En dat de opbrengst dan gebruikt wordt om boeren te helpen. Ja. Financieel, om die omslag te maken. Ook naar meer milieuvriendelijke en diervriendelijke productie. En dat je dan de opbrengst ook voor een deel gebruikt om de consument ook te steunen om de alternatieve producten, hè, waar jij je ook zo voor inzet, de plantaardige eiwitbronnen, die goedkoper te maken. Groente, fruit, btw omlaag, subsidies op gezonde lunches. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja, zodat het echt een makkelijke keuze wordt. Ja, 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 ja. Het klinkt heel voor de hand liggend, heel simpel. Van, ja, hè, gooi de prijs iets omhoog. En vooral als daar dan ook draagvlak voor is. Ja. Dat leidt tot minder vleesconsumptie. Mensen gaan kijken naar alternatieven. En een betere prijs voor de boeren, waar natuurlijk de afgelopen tijd ontzettend veel over is gesproken. Het verdienmodel van de boer en waar moet dat naartoe. Maar toch is het ook wel weerbarstig. Het is niet van de een op de andere dag geregeld. Dus er zit ook heel veel weerstand. Maar dus echt wel veel steun. Kijk, in 1 jaar tijd hebben wij aangetoond dat die steun er is bij de maatschappij. En dat zie je nu terug in de verkiezingsprogramma's. In 6 programma's komt ons voorstel gewoon nu al terug. En je ziet ook dat de achterban van bijvoorbeeld VVD en CDA, die wil dit voorstel ook in hun conceptverkiezingsprogramma. Op 12 december kunnen alle leden van CDA en VVD gewoon daarover stemmen. Ja. Ook op andere amendementen die ook de goede groene kant op gaan. Maar dit voorstel dus ook. Dus het is best wel spannend wat er dan gaat gebeuren. Er worden spannende verkiezingen dan ook. Ja, maar goed, we hebben aangetoond dat 72% van de VVD-stemmers wil dit. Dus het zou ook heel raar zijn als dat amendement niet in dat programma komt. Ja. En voor CDA is het 67% van de achterban. Die wil ook dat vlees mag duurder worden. Maar dan moeten de boeren daar ook wat profijt van hebben. Die hebben het nu ook moeilijk. Ja. En wij hebben dus een heel verbindende rol daarin. En dat wij verwachten dat een volgende regering in Nederland dit voorstel gaat invoeren. En in Duitsland zijn ze al wat verder. Daar zijn ze ook bezig over een duurzaamheidsheffing op vlees en zuivel. En dat moet dan de omslag bij de boeren helpen financieren. Ja. Net zoals we dat in de energietransitie doen. Dus eigenlijk heel eenvoudig. Alleen bij voedsel moeten we het ook nog doen. Dus in maart wordt een spannende tijd voor de TAP-coalitie. Zeker. Dus, dankjewel. Ik ga heel eventjes naar Veerle. Veerle Frins. Kan jij ons verstaan? Ja, ik hoor jullie prima. Ja. Veerle, jij bent directeur van ProVeg Nederland. Onderdeel weer van een internationale beweging. Die bezig is ook met de promotie van een meer veganistische leefstijl. En jij hebt ook de Veggie Challenge hebben jullie geïnitieerd. Echt gericht op consumenten. Om die ook weer te verleiden tot het experimenteren. Eigenlijk proberen van zo'n vegan lifestyle. Kan je daar iets over vertellen? Eigenlijk ProVeg gaat breder dan alleen consumenten. We zetten ons in voor 1 missie. En dat is om tegen het jaar 2040 een halvering van de wereldwijde vleesconsumptie en productie teweeg te brengen. En enerzijds is het dan vanuit de industrie ook een heel groot stuk lobby, bijvoorbeeld met onze vegaburgerban. En één gedeelte daarvan is ook de Veggie Challenge die gericht is op consumenten. En de Veggie Challenge is eigenlijk ontstaan vanuit het idee dat heel veel mensen willen meer plantaardig eten. Ze willen stappen zetten richting minder vlees, een vegetarisch proberen, zelfs veganistisch proberen. Maar de vraag is, hoe doe je dat dan in de praktijk? Er zijn heel veel campagnes geweest over dat het minder moet. Maar hoe vertaalt zich dat als je 's avonds aan tafel moet, als je kinderen hebt en je gewoon gezond en lekker en duurzaam wil eten? Zo is eigenlijk de Veggie Challenge ontstaan. Ik ben zelf plantaardig gaan eten 11 jaar geleden. En dat was onmogelijk geweest als ik geen steun had gehad vanuit mensen om me heen. Die me eigenlijk vooral die eerste 30 dagen meenamen in hun manier van koken, recepten gingen delen, weekmenu's gingen bekijken samen. En we hebben met de Veggie Challenge geprobeerd dat te automatiseren, zodat duizenden mensen
tegelijk die, ja, dat warm bad hebben in die eerste 30 dagen. Om samen met anderen dus plantaardig te gaan eten. Ja. Dat gaat ook nu concreet in een app en een, ja, een e-mailbegeleiding en een mentorprogramma. Dus je kan je elk moment van het jaar inschrijven voor de Veggie Challenge. Je krijgt de app met meer dan 300 recepten erin. Je krijgt een mentor toegewezen en een mentorgroepje. Waar je eigenlijk samen met een aantal mensen je eigen challenge doet. Dat kan vleesvrije dagen zijn, dat kan vegetarisch zijn, dat kan veganistisch zijn. En in de app kan je dan meteen je impact zien. Je kan weekmenu's samenstellen. Je kan meteen een shoppinglijstje genereren op basis van de recepten die je hebt geselecteerd. Je komt in contact met een diëtist waar je gratis een Q&A mee kan hebben en vragen kan stellen. En binnenkort hebben we ook online kookworkshops die ook binnen het programma worden aangeboden aan de deelnemers. Klinkt heel goed georganiseerd. Volgens mij is echt aan alles gedacht. Hoeveel mensen doen inmiddels, of ja, in totaal dan, hebben meegedaan aan die challenge? Nu internationaal loopt die en we hebben nu bijna 300.000 deelnemers gehad, waarvan bijna 100.000 in Nederland. Ja, en wat zijn jullie ambities daarin voor, want het is een doorlopende campagne eigenlijk die jullie voeren. Wat zijn jullie ambities op dat vlak? Ja, we hebben heel veel ambities. Een paar. Een van de dingen is dat de Veggie Challenge wordt uitgebreid met een 4Groups programma en een at-work programma. Waardoor je dus ook met een groep collega's of met een vereniging of met een groep vrienden kan meedoen. Dat ook dat sociale aspect nog veel meer naar voren komt. Dat je met een beperkte groep dan ook recepten kan uitwisselen. En eigenlijk ook een leaderboard dat je ziet hoe je presteert ten opzichte van andere groepen. En ook dat je met het work dat je collega's kan uitdagen. En eigenlijk nog veel meer offline sociale aspect. En ik denk dat zeker in coronatijden waarin iedereen thuis werkt, ook een verbinding kan, voor verbinding kan zorgen. Ja. Mooi. Ik heb laatst ook een week vegan gegeten. Ik moest daar best wel aan wennen, maar dat heb ik dus niet via jullie app gedaan. Dus misschien moet ik dat dan toch nog een keer weer opnieuw gaan proberen. Dat klinkt wel als veel als een soort steun en toeverlaat. Dankjewel, Veerle. Ik ga even kijken of er vragen inmiddels binnenkomen. Ik zie één vraag binnenkomen voor Jeroen. En dat is of jij enig idee hebt waarom de vleesconsumptie alsnog zeg maar stijgt of stagneert. Terwijl eigenlijk de consumptie van wat jij noemde net, hè, vleesvervangers en plantaardige alternatieven wel echt groeit. Heb je daar een verklaring voor? We gaan niet minder vlees eten. Nou, de realiteit is, ik begrijp waar deze vraag vandaan komt. Hè. Dat is uit een monitoring van 2019. Nou, we zitten in een heel snel veranderende realiteit. Dus we moeten ook heel actueel monitoren. Nou, dat doen we bijvoorbeeld vanuit de Green Protein Alliance. In het afgelopen 3 kwartalen is er via de Nederlandse supermarkten 1,1% meer vlees verkocht. Nou, dan zeg je, dat is meer vlees. Maar als je dat afzet tegen het feit dat wij 20% minder toegang hebben tot vlees en ook zuivelproducten die we buitenshuis hebben gekocht, is dat een heel krachtig signaal dat we niet meer, maar juist de afgelopen half jaar minder vlees zijn gaan consumeren. En we moeten goed kijken, zeker in deze huidige tijd, dat we de juiste cijfers en actuele cijfers ook gebruiken. Ja. En dat is ook iets waar we ons in gezamenlijkheid ook voor gaan inzetten. Ja. Tegelijkertijd, het kan allemaal veel sneller, veel groter, veel beter. En ik zei net al, we naderen dat kantelpunt, dat tipping point. En dat vraagt ook om opschaling. En dat moet ook wel nu. En ik vind het leuk om ook te zeggen dat we daarin ook in gezamenlijkheid, bijvoorbeeld met partijen als de TAP-coalitie, bijvoorbeeld met de Week Zonder Vlees en de GPA, nu ook in die samenwerking gaan opschalen. Okay. We gaan bijvoorbeeld, dat monitoring, dat is een hele belangrijke, actuele, accurate monitoring. Hè, en niet op basis van wat er aan het begin van de keten gebeurt, maar echt van wat wordt er nou verkocht aan de Nederland. Ja, en frequenter, want meestal komt zo één keer per jaar komen de cijfers weer uit. Maar dat frequenter monitoren en publiceren. Verandert nu per maand. Dus het is echt belangrijk om dat te doen. En het tweede wat we gaan doen is bijvoorbeeld, wij gaan de Europese Unie gaan wij helpen om ook in balans een gezond en duurzaam voedselpatroon te promoten. En dus ook dit jaar weer zijn er helaas weer tientallen miljoenen in Europa vergeven voor de promotie van dierlijke producten. Ja. Voor de consumptie daarvan.
Nou, wij zeggen van nou ja, ook dat mag wel weer wat meer in balans. Dus wij gaan ook de Europese Unie daarin gezamenlijkheid helpen om ook de productie en de consumptie van plantaardige producten, om die ook te promoten. Ja. Mooi, dat zijn flinke ambities. Maar inderdaad, die subsidiestromen die mogen nog wel na het een beetje de andere kant op worden gestuurd. Dus, alles weer in balans. Veel succes daarmee. Jeroen, voor jou de komende tijd, vooral ogen gericht dus op de verkiezingen, neem ik aan. Of nog andere toekomstplannen? Ja, verkiezingen en ook Europa is inderdaad wel echt wel belangrijk. Hè? Want daar niet alleen vanwege de subsidies, maar Frans Timmermans, hè, die nou daar vicevoorzitter is, die heeft ook die Europese Green Deal voor voedsel gemaakt, die Farm to Fork strategy. Er loopt nu een petitie, goodfoodprice.eu, om echt de commissie, maar ook de lidstaten, die eigenlijk de plannen van Frans Timmermans een beetje dwarsbomen her en der. Want hij heeft best wel de goede koers uitgezet. Dat inderdaad groente en fruit goedkoper moet worden. Hij wil naar een 0% btw-tarief daarvoor. Maar ja, sommige lidstaten spartelen daar nog een beetje tegen. En hij wil ook dat vlees duurder wordt. Daar hebben wij voor dat ook gevraagd. Maar goed, dat zou dan een verbod moeten zijn op stunten met vlees. Ja. Ja, dat zou de supermarkt dan vrijwillig moeten doen. En als dat niet lukt, een verbod erop. Maar daar moeten we met z'n allen denk ik nog wel heel erg op drukken. Dat zijn goede voorstellen gesteund worden en nog worden aangescherpt. En dat kan bijvoorbeeld via die petitie, maar ook via opinieartikelen. We moeten echt samenwerken, leren, ook in Europa. Omdat, en in Nederland zeker ook met de partijen. Dat wordt nu de volgende uitdaging. Sterkere lobbyvormen en meer in gezamenlijkheid. Ja, ja. Dan kijk ook even naar Veerle. Jij bent daar natuurlijk ook ontzettend druk mee. We hebben daar niet heel veel tijd meer over om daar helemaal over uit te wijden. Maar ik heb jouw naam veelvuldig in het nieuws gezien de afgelopen tijd. Omdat jij daarin ook woordvoerder was over wat er in Europa gebeurde op het gebied van de hele naamgeving van plantaardige producten. Dus het burgerverbod en nog steeds dat binnen zuivel, plantaardige zuivelproducten, dat extreem moeilijk is om daar de juiste naamgeving aan te geven. Kan je daar heel kort nog even iets over vertellen waar jij mee bezig bent? Dat is misschien wel leuk. Ja, we zijn de afgelopen maanden heel veel bezig geweest met het tegengaan van het vegaburgerverbod. Dus het verbod op vleesnamen voor plantaardige producten. En het is ons, we hebben een petitie gedaan die door meer dan 200.000 mensen getekend is. Maar ook heel veel achter de schermen laten zien dat eigenlijk vanuit de foodindustrie ook helemaal geen behoefte is aan die, dat er geen verwarring is rondom de naamgeving. Alleen voor zuivel is het juist nog strenger geworden. Dus daar, op dit moment als Europa deze nieuwe wet doorvoert, dan zou je dus het woord melk of kaas in geen enkele vorm op een plantaardig zuivelproduct mogen zetten. Ja. Dat zien we eigenlijk sowieso. Deze tendens zien we als een soort van laatste stuiptrekking van de oude vleesindustrie en zuivelindustrie. Omdat er eigenlijk, we staan op de vooravond van een tijdperk waarin er eigenlijk geen dieren meer zullen nodig zijn voor het vlees en de zuivel die we kennen. En er zijn goede alternatieven die plantaardig zijn, maar bijvoorbeeld ook kweekvlees. En we willen juist zien dat de overheid en ook dus Europa dit meer omarmt en die innovatie aanmoedigt en procedures versnelt en niet, zoals een vergelijking die laatst in NRC staat, juist de roltrap, ons tegen de roltrap inderdaad lopen, terwijl eigenlijk met één druk op de knop de transitie eigenlijk zo versneld zou kunnen worden en de bio-industrie bij wijze van spreken overmorgen al voorbij zou kunnen zijn. Ja, ja, we moeten de supersnelle lift nemen omhoog. Heel veel succes, Veerle, ook met jouw lobbywerkzaamheden. En natuurlijk met de Veggie Challenge. Dank ook aan Jeroen en Jeroen. De komende maanden ook richting de verkiezingen ontzettend veel succes. En ook in het vormen van die stevigere coalitie. Succes daarmee. Veerle, ik begreep dat jij heel graag in contact wil komen met Tom Grobbe van de nieuwe melkboer.
en Marion Krol, ook van de Foodlab Pulses. En George en Eran, die later in het programma zitten. Ja, we zitten niet fysiek met elkaar in één ruimte. Maar ik dacht, bij deze zijn jullie aan elkaar gekoppeld. Ga ik zo meteen nog even wat over vertellen hoe we dat precies gaan doen. Maar leuk als jullie ook met elkaar in contact komen na vandaag. Dus dank aan alle sprekers. En jullie mogen weer een plek nemen in het publiek. En laten we gewoon weer even een applaus doen. Want dat is gewoon gezellig. Yes, dan gaan we naar onze volgende voedselpionier. En dat is, als het goed is, Wilbert van der Kamp. Die, Hallo. Ja, Wilbert, waar anders dan in de keuken? Wat fijn dat je erbij bent. Jij bent chef en zelfbenoemd practivist. En jij was deze zomer betrokken bij de digitale variant van Oerol. Ja, klopt. Waar eigenlijk een heel voedselprogramma zou verrijzen. Maar goed, dat werd natuurlijk weer allemaal anders. Hoe zag jouw zomer op Oerol eruit? Ja, anders dan gedacht, hè. We gingen daarheen. We waren aan het praten met Slow Food Youth Network en Oerol en InnoFest over hoe kunnen we nou een supermooie zomer op het eiland maken en lokaal voedsel echt een plek geven, innovatie echt een plek geven en samen dingen testen om ervoor te zorgen dat ondernemers minder vaak falen. Iets wat toch helaas wel vaak gebeurt en wat je met een beetje testen kan voorkomen. En toen ging het allemaal niet door. Maar wat wel erg leuk was en wat ik tof vond, is dat we eigenlijk stuk voor stuk onszelf allemaal opnieuw uit hebben kunnen vinden. Dus Oerol is helemaal online gegaan. We hebben samen met Sven hebben we een tv-programmaatje gemaakt waarin ik ook dit ontzettend afgedragen overhemd aan had, het kookeiland. En met InnoFest kregen we de mogelijkheid om test-tv te gaan doen. En het was leuk om te zien dat het eigenlijk een soort van ecosysteempje aan mensen was die gewoon anders zijn gaan nadenken over wat we zouden kunnen doen. En ik denk niet dat je kan zeggen dat het leuker is geworden dan het anders was geweest, maar wel echt net zo leuk. Ja, nou, kijk, dat klinkt goed. Volgens mij, ik heb de shows in ieder geval een deel ervan teruggekeken. Ik had dat shirt niet meteen herkend, maar was ontzettend leuk gedaan. Dus voor de mensen die dat niet hebben gezien, ga daar nog even naar kijken. Wat is een beetje de uitwerking geweest van het programma? Want jij zei al van nieuwe samenwerkingen. En inderdaad, ja, je staat minder met elkaar in verbinding. Maar wat heeft zo'n show dan toch opgeleverd? Of wat zijn er nog mooie dingen uit voortgekomen? Ja, zeker. Überhaupt was het. Je leert elkaar denk ik het beste kennen als je een keer echt samenwerkt. En Oerol en Sven hadden denk ik op deze manier hebben elkaar beter leren kennen. Waartoe heeft geleid is ook dat Sven weer allerlei contacten heeft gekregen met mensen daar op het eiland. Dat ik pas weer een keer op het eiland ook was. En dat er gelijk zo'n, ik zette iets in mijn stories en 5 minuten later werd ik door die kok weer uitgenodigd. Die zei, ik heb allemaal lokale... nieuwe toffe producten, kom het vooral een keer proeven. Dus op die manier leidt het tot uitwisselingen, tot allerlei nieuwe samenwerkingen. En denk ik, geeft het een heel goed voorschot op hoe je een soort van hybride werkelijkheid kan creëren. Want ja, ik heb geen idee hoe de komende maanden eruit gaan zien. Maar het zou best wel kunnen dat we in de zomer nog echt niet helemaal ervan af zijn. En dat we misschien half online, half offline dingen moeten gaan doen. Ja. En daar hebben we nu heel erg veel over geleerd. Ja. Ja, we zijn er allemaal op voorbereid hoe dat misschien weer anders kan. Zijn er dingen die jij tot nu toe in het programma hebt gehoord die je interessant vindt? Of dat je denkt, hey, daar zou met die persoon zou ik wel een keer verder willen praten? Of andere mensen in het speerpunt klimaat en voedsel waar je mee in contact zou willen komen? Nou ja, ik vind het allerleukst om met ondernemers te spreken. En een nieuwe melkboer, die hebben dan al toevallig via InnoFest ook getest op Eurosonic vorig jaar. Elke ondernemer die zegt van ik heb een product wat ik heel graag zou willen testen. Daar kom ik heel graag mee in contact natuurlijk. Ja. En los daarvan vind ik het vooral leuk om te kijken hoe zouden we die programma's die we nu maken, die mensen bereiken via Oerol, hoe zouden we die nog meer impactvol kunnen laten zijn. En mensen die misschien hier in de show zijn geweest en die niet per se een super groot podium hebben,
maar dat wel verdienen. Haak gewoon bij ons aan. Misschien is de toon wat cynisch voor je, maar het is wel allemaal goed bedoeld. En mensen lachen eerst even om wat er allemaal gebeurt. Maar ik denk dat als mensen met een glimlach binnenkomen, als mensen ergens een beetje om hebben gelachen, dat het dan ook veel beter blijft hangen. Dus daar kunnen wij wellicht, als we volgend jaar weer op het eiland, het kookeiland, een eiland waar gekookt wordt, zijn, weer gevolg aan geven. Ja. Dus best wel een brede uitnodiging, maar ik hoop dat mensen iets mee kunnen. Ja. Dus ondernemers en gewoon mensen met een mooi verhaal, een mooi initiatief, die mogen zich melden bij Wilbert. Dankjewel. En ik weet niet wat je gaat koken vandaag daar, maar heel veel succes. Pannenkoeken, lekker. Dankjewel, Wilbert. Ja, yes, dankjewel. Fijne dag. Fijne dag. Ik ga even kijken naar de rest van het publiek wat thuis zit en ook hier in de zaal. Of er tot nu toe mensen zijn die al of met hun bos peterselie willen zwaaien of met de boerenkool. Omdat ze iemand hebben horen spreken waarvan ze denken, hey, daar moet ik echt even op inhaken. Of die persoon wil ik heel graag ontmoeten. Dus ik kijk even naar het grotere scherm. Ja, ik zie iemand met twee peren. Twee peren. Ja, klopt. Hallo, wie ben je en wat doe je? Christian, een van straatboer vanuit het initiatief De Bonenparade. Ik heb een praktische vraag aan Tom, maar het was even, ik vernam het niet zo goed. Hij had het over Sam Freken, die hielp met welke type peulvruchten. Was dat Sam Freken of niet? Want daar kom ik graag mee in contact, ja. Vanuit ons initiatief De Bonenparade. Ja. Sam Freken was dat inderdaad. Tom, okay. Die schudt zijn hoofd, want hij zit nu niet meer, helaas niet meer bij mij aan tafel, maar dat klopt, ja. Okay. Dus Tom kan jou denk ik met hem wel in contact brengen. Dat maak ik meteen een notitie van. Dus dat gaan we in orde brengen. Zijn er nog meer mensen die nog een opmerking hebben of ergens op willen inhaken? Nee, dan gaan we lekker verder. En dat is dat ik in gesprek ga met Charlotte Linnenbank. En zij is van de organisatie Question Mark. Misschien hebben jullie het voorbij zien komen in de media afgelopen maanden. Maar dat was de publicatie van de superlijst. Een ranking van alle supermarkten in Nederland op het gebied van gezondheid. Charlotte, welkom. Jij staat daar in de hoek. Jullie hebben groot onderzoek gedaan voor de superlijst. Op welke manier, we gaan zo meteen kijken wat die ranking precies is. Daar ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Maar op welke manier hebben jullie supermarkten eigenlijk getest op gezondheid? Hoe doe je dat? Supermarkten gekeken in hoeverre zij met hun assortiment, met hun aanbiedingen, de wekelijkse reclamefolders, met hun winkelinrichting en hun verkoopdoelstellingen, in hoeverre ze daarmee mensen helpen om gezonde keuzes te maken. Ja, ja, dus op verschillende facetten eigenlijk zijn jullie. En dan ga je de winkel in of dan hoe pak je dat ook praktisch aan? Maak je dan scores per winkel? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Nou, bij Question Mark verzamelen we nu al een aantal jaar informatie over alle producten die te koop zijn in de Nederlandse supermarkten. Dus we hebben een database waarin we op maandelijkse basis actueel bijhouden wat er te koop is in de Nederlandse supermarkten. En op die manier kunnen we bekijken wat er in hun assortiment zit en in hoeverre zij een balans hebben tussen de gezonde en meer ongezonde producten in hun assortiment. Ja. Nou, daarnaast verzamelen we ook informatie, dat doen we voor een groot deel online. En daar waar we het niet online kunnen vinden, verzamelen we online informatie, offline informatie over wat ze wekelijks in de aanbieding hebben. Ja. Nou, je ziet hier de reclamefolders. Die geven al heel snel een beeld wat er voor het grootste gedeelte in de aanbieding is. En helaas nog heel veel ongezonde producten, waarmee ze mensen naar de winkel proberen te lokken. Waarmee ze mensen naar bepaalde schappen verleiden producten te pakken. Bij de winkelinrichting zijn we daadwerkelijk naar winkels toegegaan. En hebben we per supermarkt minimaal 5 filialen verspreid over het land bezocht. Om te kijken naar bepaalde aspecten van de winkelinrichting. Zoals wat ligt er bij de kassa? Zogenaamde impulsaankopen die bij de kassa veel gedaan worden. Die kennen we allemaal. Ja, die kennen we allemaal. Ja. Als je daar staat in de rij te wachten, wat ligt er dan naast je voor het grijpen? En waar we ook naar hebben gekeken bij de winkelinrichting is kindermarketing. Dus in hoeverre worden typische kinderproducten op ooghoogte van kinderen aangeboden? En
wat voor producten zijn dat? In hoeverre zijn dat ongezonde of gezonde producten? Ja, achter jou zien we al een lijstje. Ik denk niet dat het voor iedereen thuis goed zichtbaar is. Maar we zijn natuurlijk heel erg benieuwd ook naar de uitkomsten. Kan jij iets vertellen over die ranking van supermarkten? Ja, nou, we hebben expres de verschillende onderdelen waar we naar hebben gekeken op een rij gezet. Want je ziet over het geheel genomen dat supermarkten op alle fronten wel van elkaar kunnen leren. De ene supermarkt heeft op het assortiment veel beter gescoord. En de andere zien we dat hij op het gebied van reclamefolders het beter doet. En de andere weer met winkelinrichting. Opvallend is dat geen enkele supermarkt een duidelijke doelstelling heeft, publiekelijk, waarin ze zeggen dat ze hoe ze mensen helpen om meer te gaan eten uit de schijf van 5. Ja. Terwijl dat wel iets is wat ze ook met de overheid, het ministerie van VWS en de supermarktenbranche en gezondheidsorganisaties hebben afgesproken dat ze dat zullen doen. Maar we zagen het nog nergens terug dat ze daar een doelstelling hebben. Nee, het is niet verankerd in een beleid. Nee. Het staat niet zwart op wit. Nee. Ja. We zien wel heel veel andere leuke initiatieven die gewoon in de praktijk genomen worden. Bijvoorbeeld bij de winkelinrichting zagen we dat de Dirk bijvoorbeeld geen ongezonde producten meer bij de kassa heeft liggen. Als enige van alle supermarkten zijn we geen enkele Dirk-winkel tegengekomen waar nog ongezonde producten liggen. Dus een heel goed initiatief. Ja. Een voorbeeld bij de reclamefolders is dat we zagen dat Lidl geen reclame meer maakt voor drinkpakjes voor kinderen, waar heel vaak natuurlijk drankjes in zitten met waar veel te veel suiker in zit. Ja. En we zagen bijvoorbeeld de Plus supermarkten ongezonde kinderproducten, die echt gericht zijn ook qua verpakking op kinderen, niet op ooghoogte van kinderen meer even liggen, maar hoger in het schap. Ja, klinkt als wel aantal mooie initiatieven die worden genomen, maar klinkt ook als bottom line dat er geen beleid is en geen duidelijke doelstellingen als dat daar echt nog heel veel te verbeteren valt. Want inderdaad, je noemde het al in dat preventieakkoord, staat dat gewoon opgenomen dat supermarkten daar een verantwoordelijkheid in hebben. Vorige week was volgens mij ook nog een goede column weer van Teun van de Keuken, waarin hij weer hetzelfde zegt van het ging toen specifiek over de Albert Heijn, van neem je verantwoordelijkheid als het gaat over gezondheid. We kunnen daar ook niet meer omheen dat iets is wat supermarkten moeten doen. Ja. Als laatste vraag, is dat na zo'n publicatie, wat zijn dan de next step? Van wat is dan ook de impact van zo'n onderzoek? En bereik je daarmee ook wat je dan eigenlijk wil bereiken, dat beleid wordt gevormd? Ja, nou, wat een heel mooi resultaat is, wat we nu als op korte termijn zien, is dat dit onderzoek is opgepikt door de ambtenaren van het ministerie van VWS en de staatssecretaris Paul Blokhuis, die uiteraard hier niet omheen kunnen. En in de gesprekken die zij hebben met supermarkten, in de voortgang op dat preventieakkoord wat ze hebben gesloten, dit onderzoek nu meenemen en de supermarkten vragen, wat gaan jullie nu doen? Wat voor extra maatregelen en veel concretere afspraken kunnen we nou maken tussen de overheid en de supermarkten, zodat ze hier zich op gaan verbeteren? Ja. En wat natuurlijk een hele belangrijke volgende stap is dat we dit onderzoek op een gegeven moment gaan herhalen. Want één onderzoek is eigenlijk geen onderzoek. Dit is een nulmeting. En het meest interessante is natuurlijk te zien hoe ze over een jaar of twee jaar hierop presteren. Ja. Of ze echt daadwerkelijk aan de slag gaan. Ja. En dat ze dat gaan doen, daar hebben we ook nu al wel wat op beweging op gezien. Want er zijn meerdere supermarkten die ons benaderd hebben, maar ook de gezondheidsfondsen met wie we hierop samenwerkten. En om advies hebben gevraagd hoe ze met de aanbevelingen precies aan de slag het beste aan de slag kunnen gaan. Dus ook daar zien we nu al meteen beweging en reactie dat er wat gaat gebeuren. Ja. Ja. Dankjewel. Heel veel succes ook met die vervolgacties vooral. Ik hoop dat daar iets substantieels uitkomt. De hele superlijst en de publicatie die is ook te vinden op jullie website. Dus mochten mensen daar meer over willen lezen, dan kan dat. Applaus voor Charlotte. Dankjewel.
Ja, dan gaan we naar twee volgende presentaties binnen het domein van Stichting Doen, wat echt zich meer focust op sociaal ondernemerschap. We gaan twee prachtige voorbeelden zien. En we beginnen met een presentatie van Maaike Irasiri van Zuchtelen. Zij is van de Fawaka Ondernemerschool. Ze geeft een presentatie over het duurzame kind. Dus het woord is aan jou, Maaike. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ik ben Maaike Irasiri van Zuchtelen van Fawaka Ondernemerschool. Even kijken. Wij zijn een sociale onderneming en wij bieden educatieve activiteit op het gebied van duurzaam ondernemen voor kinderen. We vinden het heel belangrijk dat we kinderen al jong duurzaam gedrag aanleren. En eigenlijk de jongste kinderen waar wij mee werken zijn rond de 4 jaar. Nou, wij vinden juist dat stukje ondernemerschap heel erg belangrijk. Omdat wij kinderen willen leren om niet alleen te praten over problemen, maar om ook juist actie te kunnen ondernemen. Wij willen kinderen meegeven dat iedereen impact heeft. En alle impact, groot of klein, is belangrijk. Daarnaast zijn die ondernemerschapskills ook heel erg belangrijk. Of kinderen nou wel of niet zelfstandig ondernemer worden later. De ondernemerschapskills blijven gewoon hen helpen in de rest van hun leven. Het vergroot hun zelfvertrouwen. Ze leren doorzetten, maar ze leren ook met onzekerheden omgaan. En ze leren gewoon aanpakken. Fawaka Ondernemerschool is er voor alle kinderen. Er zijn heel veel mooie extracurriculaire educatieve activiteiten. Maar die bereiken niet altijd alle kinderen. Bijvoorbeeld kinderen met ouders met weinig leefgeld. En zo proberen wij dus kansenongelijkheid tegen te gaan. Daarnaast vinden we het juist ook heel belangrijk om deze groep kinderen te bereiken. Omdat we zien dat daar heel erg veel potentie zit. Die gewoon op dit moment vaak niet ontsloten wordt. Nou, een van onze meest belangrijke pijlers is inclusiviteit. En we walk the talk vinden we heel belangrijk. Dus bij ons op kantoor, maar ook onze pool van docenten is zoveel mogelijk een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. En zo hebben kinderen altijd een herkenbaar rolmodel voor de klas. Verder is ook ons lesmateriaal inclusief in beeld en woord. En op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen zich ook welkom voelt bij onze activiteiten. Cemmo, mijn compagnon en ik geloven heilig dat als je Nederland wil verduurzamen, dan moet dat voor, door en met iedereen. En Stichting Doen heeft ons daar heel mooi bij geholpen. Sorry, ik vergeet nog eentje. We hebben dus tijdens onze programma's over duurzaam ondernemerschap leren kinderen eigenlijk zetten ze fictief een Fairtrade bedrijf op. En leren ze over bijvoorbeeld keurmerken in de supermarkt. Ze doorlopen het hele proces van het ontstaan van een product. Dus dat inderdaad bijvoorbeeld een tomaat niet in de supermarkt groeit, maar op een boerderij in Spanje of in Nederland misschien. Doorlopen dat hele proces. Krijgen ook ondernemerschapsvaardigheden dus mee. Ze krijgen workshops marketing en pitchen. En uiteindelijk sluiten we af met een grote markt waar ouders ook op voor worden uitgenodigd. En op die manier betrekken we ook de ouders bij het verhaal van duurzaamheid. Nou, en we zijn heel blij met hetgeen dat Stichting Doen ons bij heeft ondersteund. En dat is dat we nu een online portaal hebben kunnen maken waar we onze activiteiten over duurzame en gezonde voeding hebben kunnen zetten. Zodat het voor veel meer kinderen bereikbaar is. Dus het idee is dat organisaties die werken met kinderen en een leuke activiteit willen op het gebied van duurzame en gezonde voeding hier kunnen inloggen en dan het is heel laagdrempelig, kunnen ze heel simpel een handleidingje volgen en zelf onze activiteiten uitvoeren. En daar hebben we een klein filmpje van. Fawaka. Ondernemend gedrag aanleren op een inclusieve en duurzame manier legt een goede basis voor iedere jonge wereldburger. Het Duurzame Kind is een online portaal waar je leuke, leerzame en toegankelijke activiteiten kan vinden rondom duurzaam ondernemen. Met het Duurzame Kind kunnen PM'ers simpel en snel aan de gang met leerzame activiteiten. We willen de jonge generatie op een positieve manier laten kennismaken met duurzame en gezonde voeding. De kinderen krijgen een handelingsperspectief en nemen ook hun omgeving mee. Op ons portaal vind je steeds weer nieuwe duurzame activiteiten. Eerlijke chocola maken. De wereldburger. Wokken en wiebelen. Reis naar het oosten.
Beproefde activiteiten aansluitend op de pedagogische basisdoelen van de BSO. Geschikt voor elke BSO, klein of groot. Wil je onze activiteiten ook uitvoeren op jouw BSO? Vraag nu een gratis proefabonnement aan. Duurzaam ondernemen voor kinderen op de BSO. Ga nu naar hetduurzamekind.nl. Ja, en nogmaals, Stichting Doen, enorm bedankt. Want dit is echt een heel belangrijke pijler voor ons om juist alle kinderen in Nederland te gaan bereiken. En mochten er nog mensen zijn die hier meer over willen weten, mijn e-mailadres staat hier. En dan lijkt me heel leuk om in contact te komen. Yes, dankjewel Maaike. En laten we haar ook een applaus geven. Blijf nog heel eventjes staan voor de zekerheid. Want dan check je of als er nog vragen binnenkomen, dan kan dat zo meteen nog eventjes na de volgende presentatie. Misschien dat die er nog zijn of dat er mensen zijn die graag met jou in contact willen komen. Naast mij zit Naomi Jansen van de Voedselapotheek. Een project wat jij hebt opgezet samen met Dalila Said, die via Zoom aanwezig is. Hallo Dalila. Hallo. Jullie gaan samen een hybride presentatie geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat gaan doen. Maar aan jullie de volgende 5 minuten. Dankjewel Helen. Ik ga even naar mijn slides. En dit is niet mijn slide geloof ik. Er komt misschien zo in beeld. Nou, ik ben Naomi Jansen. Ik ben ontwerper, opgeleid aan de Design Academy in Eindhoven. En het project wat ik samen met Dalila Said doe heet Voedselapotheek Wijkaanpak. Dit is een project mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen. Maar ook een aantal lokale fondsen, zoals Buurtcultuurfonds en Stichting Voorzorg Utrecht. Ik heb zo een paar slides waarop kort benoemd staat wat we precies doen in het wijkenproject. Het is in ieder geval een jaarprogramma in 2 verschillende wijken in Nederland. In Amersfoort en in Kuik. En in dit jaarprogramma werken we samen met lokale ondernemers, organisaties, zorginstellingen, voedselproducenten, gemeentes, onderwijs. Eigenlijk is het heel groot, heel breed. Aan het ontwerpen van een sociaal en gezond voedsellandschap. Yes, daar is die. Nou, dat doen wij onder andere door activiteiten op te zetten samen met de bewoners die in de wijken wonen waar we werkzaam zijn. En daarnaast streven we ernaar om een systeemverandering in de wijk plaats te laten vinden. Daar ga ik jullie zo wat meer over vertellen. Hier zie je een aantal logo's van partners die zijn betrokken in de wijken. Met aan de linkerkant de partners in Amersfoort. Je ziet een aantal zorgprofessionals staan, waaronder een apotheek. Dat is een hele belangrijke partner, dat is Mark Slager. Die denkt heel innovatief over gezondheid na. Dus die wil niet alleen in zijn apotheek met medicijnen zijn patiënten bedienen, maar ook kijken hoe die aan gezondheid kan werken. Nou, dat doen we ook samen met de GGD, met de kinderopvang, Petje Af, buurtsportcoaches, middelbare scholen. En aan de rechterkant zie je de partijen die in Kuik betrokken zijn met de belangrijkste wereldtuin Verdeliet. Dat is een fysieke plek, een stadstuin vanuit waar we met hen werken we samen aan een gezonde omgeving inrichten. Daar komen mensen bij elkaar uit de wijk om ook te zaaien, te oogsten en te helpen met het onderhoud. Dus het is tegelijkertijd een sociale plek. Daaraan gekoppeld zijn weer de GGD, de gemeente, scholen. En we proberen ook steeds meer de groene kant, dus de boeren, te betrekken in het project. Wat nog wel een uitdaging is. Nou, waarom doen we dit eigenlijk? Het is heel simpel. Mensen die lager opgeleid zijn, die leven vaak 6 jaar korter dan een hoger opgeleide buurman. En 15 jaar minder in goede gezondheid. Dus we focussen ons echt op die groep mensen die hulp nodig hebben om hun gezondheidsvaardigheden te verbeteren. We hebben een aantal doelen gesteld. Dat is het vergroten van die gezondheidsvaardigheden. En dat doen we op een creatieve manier. En door de bewoners ook echt te betrekken in de aanpak en te laten ervaren hoe gezond eten, wat dat kan betekenen voor hun. We werken ook aan het versterken van de sociale cohesie in de wijk door ontmoetingen te organiseren. Meer waardering voor lokaal geproduceerd voedsel. Dus we hebben graag ook de voedselproducenten erbij en de ingrediënten die lokaal worden verbouwd. En aandacht voor preventie. We willen graag ook de apotheek en de huisarts een belangrijke rol geven in werken aan gezondheid. Nou, dat doen we dus vanuit 3 pijlers.
Die ontmoeting heb ik al verteld. Dat is eigenlijk de belangrijkste ingang van het project. Het moment dat je het over gezondheid gaat hebben met de mensen die daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig zijn, dan houdt het eigenlijk al snel op. Maar het belangrijkste is om de mensen bij elkaar te brengen aan tafel met eten. En dan begint het gesprek. Als tweede werken we aan nieuwe samenwerkingen. Tussen die groene, de witte sector, dus de zorg, de boeren, de voedselproducenten en het sociaal domein. Om uiteindelijk ook een systeemverandering op die plek te krijgen wat doorloopt. En als laatste ontwerpen we educatief materiaal om deze dingen te ondersteunen. De workshops en de voedselverandering. Vanuit de voedselapotheek vind ik het heel erg belangrijk om die verbinding te leggen tussen voeding en gezondheid. En creatieve concepten te ontwikkelen die bijdragen aan bewustwording over gezond eten. En ook gedragsverandering. Dus ik zou willen dat mensen gezonder gaan eten, maar wel op een manier dat het bij hun past. Ik zet mijn vormgeving daarvoor in. Links zie je een voorbeeld van een bordje. We hebben een aantal bordjes ontworpen voor in de tuin bij Verdeliet. Met ook informatie over de werking van de ingrediënten. Dus bij het volgen van een wandeling door de tuin leer je op een leuke manier over de ingrediënten. Ik heb nog wat meegenomen. Dalila gaat zo wat meer vertellen over de groepen die we hebben ontmoet in de wijk. En daarvoor hebben we twee ingrediënten gekozen die eigenlijk een soort van die groepen vertegenwoordigen. Hier heb ik zonnebloempitjes. Ja. Die speelden een belangrijke rol in een ontmoeting met een groep Turkse dames. En dit zijn hele lekkere kruiden, ras el ghanout, die we gebruiken in recepten die we koken. Dus Dalila, vertel. Yes. Ik zal zo even vertellen over wat die ingrediënten die Naomi net liet zien, wat dat nou voor betekenis heeft. We werken natuurlijk met de doelgroep zelf. Wat heel belangrijk is, dit is vooral lage 6, wat Naomi al vertelde. Deze mensen overlijden eerder dan hun hoger opgeleide buurtgenoten. En wat je ook wel vaak ziet is dat hun behoeftes, gezondheid is een grote uitdaging wat speelt. Maar een ongezonde leefstijl gaat vooral bij de lage 6 altijd gepaard met hele andere en veel meer sociale uitdagingen. En juist door daar ook aandacht voor te hebben, werken we indirect ook aan gezondheid. Via verschillende sleutelfiguren in de wijk komen we in contact met de verschillende mensen. En zo'n sleutelfiguur, dat kan een professional zijn, dat kan een wijkmeester zijn, een wijkagent zelfs of een woonconsulent. Maar dat kan ook gewoon de tuinman zijn of gewoon iemand die de grootste roddelaar in de wijk, die op de hoogte is van alles wat er speelt in de wijk, van alles en iedereen. En wat we eigenlijk zoveel mogelijk proberen is om eigenlijk aan te sluiten bij wat er is. Dus niet opnieuw nieuwe dingen te gaan bedenken, maar kijken wat er al is. En de dingen die bedacht worden, die bedenken we altijd met de doelgroep zelf. Dus met de mensen zelf. We gaan er eigenlijk vanuit dat iedereen kennis heeft over eten. En ook de manier waar... de manier waarop mensen eten, wat ze eten, hoe ze eten en met wie ze eten, dat zegt ook heel veel over wat mensen belangrijk vinden. Dus we vinden het ook heel belangrijk om dat eens mee te nemen in de uiteindelijke aanpak. Heel kort even over het eetschap. Met het eetschap werken we aan een sociaal voedsellandschap waarin iedereen dus toegang heeft tot goed en gezond eten. Zelf ben ik ook in armoede opgegroeid in verschillende achterstandswijken. Groot gezin, alleenstaande moeder, 6 kinderen. En bij ons in het gezin waren we dus helemaal niet bezig met of het eten gezond was. Laat staan dat het duurzaam geproduceerd moest zijn. Maar wij waren eigenlijk vooral bezig met ervoor zorgen dat er genoeg te eten was voor iedereen. En in mijn studie, maar ook later in mijn werk, merkte ik dat er een hele grote kloof is tussen de beleidswereld en de wereld waar ik dus zelf vandaan kom. Heel veel beleid en interventies worden bedacht vanuit het perspectief van de hoger opgeleide Nederlander. En dat sluit gewoon heel vaak niet aan bij de belevingswereld van mensen uit lagere klassen. En het is dus juist heel belangrijk om ook zo'n brede draagvlak te creëren, zodat het verschil tussen rijk en arm niet alleen maar groter wordt in gezondheid. Dalila, even kort onderbreken. Je hebt nog één minuut. Het liefst wil ik langer doorpraten, maar de parade gaat door.
Naomi heeft dus net een aantal ingrediënten laten zien, de rasselganoot. Wat we eigenlijk ook gewoon doen, is we gaan dus met mensen in gesprek kijken wat speelt er nou, wat drijft hen, wat houdt hen bezig. En we maken gewoon kennis met hun leefwereld eigenlijk. De zonnebloempitten, dat hebben we gegeten samen met een aantal een groep dames uit de wijk, voornamelijk van Turkse Marokkaanse komaf. We aten ook baklava en we weten allemaal wel dat dat niet de meest gezonde voedingsmiddel is. Maar juist door ook gewoon daarin mee te gaan, voor hen is dat heel belangrijk. En dan moet je dat dus ook niet uit de weg gaan. En wat wilde ik ook weer zeggen? Het is belangrijk dat je daar dus ook aandacht voor hebt. En als daar aandacht voor is en ook als mensen de ruimte ervoor voelen dat het er mag zijn, dan kunnen ze ook meer betrekken bij de oplossing of bij de aanpak en worden ze mede-eigenaar van wat we uiteindelijk gaan ontwikkelen in de wijk. Dankjewel, Dalila. Yes. Dankjewel. Heel veel raakvlakken, denk ik. Ook wel met wat Maaike net heeft verteld. En ook wel voel ik met dat theater, waar we natuurlijk helemaal in het begin van het programma over hadden. Dat het gewoon heel erg praktijkgericht is. En heel erg op de beleving van die mensen hebben met voedsel inspeelt. Dus dat vind ik heel erg mooi. Ik ga even kijken. Er zijn geen vragen binnengekomen. Misschien dat hier nog vragen zijn van mijn publiek. En anders gaan we door. En misschien dat er mensen thuis zijn die heel graag in contact willen komen met Maaike, met Naomi of met Dalila. Geef dat dan zo meteen nog eventjes bij mij aan. Want dan brengen we jullie met elkaar in contact. Toch nog een vraag. Altijd. Zal je altijd zien op de valreep. Dat is voor Maaike. Hoe leer je jonge kinderen wat duurzaam ondernemen is? Ja, eigenlijk heel erg spelenderwijs. Dus bijvoorbeeld, we hebben een heel leuk spel dat we doen met de kinderen. Dat noemen we het keurmerkenspel. En dan hebben we het over het Beter Leven keurmerk. En dan laten we de kindjes voelen hoe het is als je een kip bent. Die op een boerderij woont waar geen keurmerk is. En dan zitten ze allemaal bijvoorbeeld op de tafels in het lokaal helemaal dicht op elkaar. En dan kunnen ze niet bewegen. En dan vragen we, kun je je vleugels bewegen? Nee, oké. Nou, en dan met 3 sterren dat ze vrij mogen rondlopen en dat ze de ruimte hebben. Oh ja, dat is toch wel fijn. En op die manier kun je heel goed het verschil aangeven. En toch dit soort hele moeilijke onderwerpen makkelijk toegankelijk maken. Ja, mooi voorbeeld. Ik werd laatst door mijn dochter van 7 aangesproken op waarom we eieren thuis hadden staan met 1 ster. Zei ze, we doen toch altijd 3 sterren? Dat heb ik ook gelijk ook. Dus zo werkt het wel. Dat ook kinderen juist weer hun ouders dan aanspreken op bepaalde keuzes. Dankjewel allemaal voor jullie bijdrage aan dit programma. Ja, een aantal andere projecten die echt meer gericht zijn op de buurt en worden gesteund door Stichting Doen, die hebben allemaal deelgenomen aan de Voedselversneller. 9 wijkinitiatieven, eigenlijk verspreid door heel Nederland, zijn aan de slag gegaan en zijn ondersteund ook door coaches om hun project verder te brengen. En we hadden net Martin al eventjes van de stadsboerderij Osdorp. Dus we hebben er meteen een gezicht bij. En dat is namelijk ook een van de initiatieven die gesteund wordt door Stichting Doen. En daar hebben we een mooie video van. Dus daar gaan we eventjes naar kijken. Het lijkt op een sprookje, omdat dan zie je zo'n poort. Je ziet allemaal mooie kleuren en ook veel groen. Dan voelt het alsof het een goede weg is. Ik kom zeker 2 à 3 keer in de week hier naartoe, omdat mijn kinderen ook graag hier willen spelen. Ik ben 2 dagen in de week hier vrijwillig en dan help ik mee in de moestuin. Ik kwam eerst met mijn kinderen, toen was hier een workshop pizza bakken. Ik zeg, nou kunt u het sowieso beter doen. Dus ze zegt maar, ja, kom maar voordoen. Toen dacht ik, nou dat vind ik heel leuk om te gaan bakken. Dus zodoende begonnen. Door lekker in de grond te werken, zien hoe die aarde er is en hoe die aarde rijk kan zijn. En hoe goed daardoor alles groeit. Daar word je zelf heel erg rijk van. Leert van planten. Leert ook hoe je moet koken, maar je leert ook veel meer dingen. Je hebt ook soms dagen dat ze iets organiseren. Pizza dag of smoothie dag. En dan komen we hierheen. Ik ben een soep aan het maken voor de buurtkeuken.
En dat maken we van groenten die bij de supermarkt of bij de groenteboer eigenlijk niet meer verkocht wordt. Zo zonde om die heerlijke smaken weg te gooien. Dus dan zoek je de grootste blaadjes ertussenuit. De eerste les dat ik meedeed, hadden we brandnetels gegeten, gegrild. Ik wist niet eens dat je dat kon eten. It's a very friendly, open atmosphere. Everybody is welcome. People from different background, different income, different education levels. Always a lot of life in this garden. Het geeft je rust, al die bloemen, al die planten en de sfeer. Eigenlijk is het vaak zo simpel, hè? Gewoon zien hoe iets groeit, hè? En met elkaar daar gewoon weer iets lekkers van maken. En niet meer bij de supermarkt gaan we brood halen, maar gewoon op zondag of zaterdag gewoon brood thuis bakken. Op woensdag kun je hier lekker komen eten van dat wat we hebben gekregen en ook van dat wat we uit de tuin halen. En dat delen we uit aan mensen die wel wat extra's kunnen gebruiken. Ook als we op school zitten, kom ik ook wel eens even naar binnen om even op de bank te zitten. Als ik me niet lekker voel, ga ik juist hierheen. En jij wordt altijd blij als je hier bent. Dus kom binnen. Al is het maar 5 of 10 minuten, geniet van dat moment, maar doe dat gewoon even. Ja, ik heb meteen helemaal zin om nu naar de stadsboerderij te gaan in Osdorp. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar geweldige, inspirerende plek. Ik kreeg een berichtje binnen dat Ruud van de stadsboerderij Osdorp, die werkt ook aan andere voedselprojecten, heel graag in contact wil komen met de voedselapotheek. Dus bij deze breng ik jullie in contact en gaan we zorgen dat jullie elkaar beter gaan leren kennen. Ja, leuk om te vermelden dat, ik noemde net al even de podcast die we maken, het Voedselkabinet. Wij hebben daarvoor ook de voedselapotheek geïnterviewd. Dalila was bij ons in de studio en ook Monique Merks van de Wilde Keuken was daarbij. Die aflevering komt over een week online. Dus als je het leuk vindt om nog meer van hun verhaal te horen, dan is dat binnenkort beschikbaar. We gaan verder met het laatste project in deze parade van voedselpioniers. Bij mij aan tafel zit Eva van Pelt. Welkom. Ja, jij bent researcher betrokken bij de theatervoorstelling van George en Eran. En die zitten thuis. Hallo. Hallo. Fijn dat jullie erbij zijn. Hey, hoe is het daar? Hallo. Ja, ziet er goed uit. Kijk, dat is altijd leuk om te horen. Jullie zijn bezig. Laten we hopen dat we volgend jaar ook weer met z'n allen in het theater zitten. Want jullie werken aan een nieuw theaterstuk. Jullie zijn theatermakers. George en Eran worden vegan of worden veganisten. En jullie zitten nu volop in de voorbereidingen van dat theaterstuk. Waarom wilden jullie zo graag een theater maken over het onderwerp vegan of eigenlijk voedsel misschien in bredere zin? Nou, dit is, dat is eigenlijk een beetje ons werk. Wij kijken altijd naar een groot maatschappelijke thema's die op dit moment afspelen in onze samenleving en die ons bewust of onbewust beïnvloeden. En zeer van belang zijn om op de kaart gesteld te worden. En we hebben natuurlijk in het verleden voorstellingen gemaakt over het Midden-Oosten-conflict. We hebben voorstellingen, een comedie gemaakt over racisme. En we dachten, wat is het grootste probleem op dit moment? Ja, dat is het milieu en hoe wij met onze eten omgaan. En voornamelijk hoe we met dieren omgaan. Dus wij voelen dat dat niet meer houdbaar is op de manier waarop wij dat tot nu toe. Oh, je valt een beetje weg. Oh, je blijft hangen. Ja, oh nee, ze zijn nu helemaal weg. Nou, misschien kunnen we zo meteen nog even intunen. Maar inderdaad, voedsel, groot maatschappelijk thema. Nou, dat is volgens mij dat is eigenlijk waar dit hele programma over gaat. Eva, jij doet de research voor het theaterstuk. Zijn er al dingen die jij nu vandaag voorbij hebt horen komen dat je denkt, nou, dit wist ik niet. Of hier moet ik echt meer induiken. Of dit is ook bruikbaar voor de voorstelling. Ja, zeker. Ik vond het laatste verhaal ook mooi en ook ontroerend. En dan zie je dat het voedsel zo breed raakt. En ik zou dat erg leuk vinden om met die dames verder te praten. Want ja, dat,
de emotie die aan voedsel zit. Ik weet niet meer wie het zei, maar hè, dat iedereen... Voedsel is cultuur, cultuur is emotie. En daar op die lijn ben ik nu ook een beetje de research aan het, ja, aan het doen. Ja. Hoe pak je, want hoe begin je research? Ik had het daarover eerder ook met Monique voor haar theatervoorstelling. Mm-hmm. Van waar begin je? Want het is natuurlijk zo'n groot onderwerp. Van hoe begin je met je research? Wie ga je als eerst spreken? Ja, nou, het is echt een heel groot onderwerp. En we zijn eigenlijk net begonnen. Dus we hebben elkaar een paar keer erover gesproken. Maar dus het is ook het idee of de hoop dat we laten ons toch leiden door onze intuïtie. En dat doen George en Iran als zij iets maken. Maar dat doe ik ook als researcher die voor hen werkt. Ja. Omdat we moeten. Het theaterstuk moet iets worden wat mensen iets gaat doen. Wat mensen ergens raakt om impact te hebben. Ja. Dus wat ik persoonlijk, en ik krijg daar heel veel vrijheid in van George en Iran. Wat ik interessant vind, Iran is deels kosher, met kosher voedsel opgegroeid. George, misschien met halal, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker in hoeverre dat een rol in zijn leven speelt. Maar omdat George oorspronkelijk uit Syrië komt, vond ik dat interessant. Hoe gaan religieuze mensen om met voedsel? Ja. En zo ben ik begonnen. Nou, er is één koosjere slager in, één koosjere slachter, sorry, in Amsterdam. Ja. Nou, daar heb ik een gesprek mee gehad. Heel mooi. En dan zie je meteen ook dat voedsel zo aan zoveel emoties raakt. Ja. Nou, daar word ik dan heel blij van. Want ja, dan denk ik, ja, dat geeft voeding voor ons stuk. Ja, dat was ook een vraag die ik had of aan George of aan Iran. Maar inderdaad, in hoeverre, je begint natuurlijk aan zo'n stuk, je kiest een thema. Maar in hoeverre je daar dan ook echt al een soort persoonlijke verbinding mee voelt met voedsel. Of dat voor jullie ook zo was, voordat jullie hier aan begonnen. Ja, zeker. Er is altijd wel een persoonlijke verbinding voordat je aan een voorstelling begint. Want het is gewoon heel veel gedoe. Je bent er maanden mee bezig. Ja. Dus het moet wel echt iets zijn wat interessant is. Waar je echt zin in hebt. Ja. Ja, waar je zin in hebt en waar je mee bezig bent. En vooral ook wel waar je boos over maakt of wat je verbaast. En je ziet ook wel zo'n ochtend als vandaag. Er zijn superveel initiatieven die worden ontwikkeld. En iedereen is best wel op een mooie manier ermee bezig. En aan de andere kant hebben we ook gemerkt dat er is één groep die dat heel erg omarmt. En die denkt van, nou, wat prachtig en wat goed. En er is ook een groep die zegt, maar je neemt iets van me af. En waarom mag ik niet gewoon dat stuk vlees eten? En laat me met rust. En ik heb geen behoefte aan die initiatief van jullie. En ik heb geen behoefte aan het gevoel te krijgen dat ik het niet goed doe. Ja. Dat is ook een hele dat is een hele bestaande kant van het verhaal. Maar dat is ook iets voor een voorstelling wat ook een plek krijgt. Dus wij zijn niet de mensen, eigenlijk alle initiatieven die nu voorbij komen, zijn mensen die het echt goed proberen te doen. En in zo'n voorstelling kom je alleen maar in een soort conflict als je ook de stem vertegenwoordigt van degene die het gevoel heeft dat er iets van hem wordt afgenomen. Ja, ja, want dat is denk ik, hè, ook de bubbel waar we dan natuurlijk af en toe zelf in zitten. Van, hè, we omringen ons ook met mensen die bezig zijn met de wereld veranderen. Maar een soort van de harde buitenwereld is ook dat alsnog heel weerbarstig is om mensen mee te krijgen in verandering. En hè, minder vlees eten, dat ook een moeilijk iets is. En dat daarna heel veel emotie ook bij komt kijken. Waar kunnen we ons op verheugen? Want volgens mij gaan jullie in première. Hebben jullie daar idee bij? Is dat ook op Oerol? Is dat, ja, we gaan op Oerol in première en daarna gaan we door heel het land ermee toeren. Ja. Ja, je kunt je verheugen op een voorstelling die over zo'n belangrijk onderwerp als dit gaat, maar waarin eigenlijk humor en een soort van kleurrijkheid de toon is. En waarin het eigenlijk ongemerkt als goed een soort gedachte-exercities voor het publiek, waarin ze uiteindelijk misschien op een bepaalde gedachte zijn gekomen, anders dan hoe ze erin zijn gegaan. Ja. Met muziek en met het toneel en een soort tussenvorm van stand-up en theater. We kijken er naar uit. Ik ga even terug naar jou, Eva, want we hadden het hier als voorgesprek ook al over. Het is een theaterstuk, maar wat Iran zegt, het is ook de bedoeling dat mensen naar binnen gaan en misschien met een andere gedachte weer naar buiten lopen. Dus dat er ook een programma omheen komt, een impactprogramma, om te kijken van wat kunnen we bewerkstelligen met zo'n theatervoorstelling. Meer dan dat alleen het publiek wat daar zit zo'n boodschap meekrijgt. Kan je daar iets over vertellen waar jullie mee bezig zijn?
Ja, dit is echt een droom die nog... Radicale verbeelding. Absoluut, ja. Absoluut. Maar het lijkt ons natuurlijk wel mooi... of het zou heel gek zijn als George en Oran ergens het stuk hebben opgevoerd... dat je wat je bijvoorbeeld bij de Meervaart heel vaak hebt... dan heb je een leuk theatervoorstelling gezien, loop je naar buiten... en dan krijg je bitterballen. Ze hebben ook vega-bitterballen, maar ook gewone bitterballen. Ja. Dus we denken heel praktisch al van dat moeten we regelen. Dat dat dus dat daar heel erg over is nagedacht... wat daar in het borrelgedeelte gebeurt. Ja. En verder zou ik... dit eigenlijk willen gebruiken om een oproepje te doen... van mensen die hier zitten of die luisteren... en die ervaring hebben met zo'n impact-traject. Want daar zijn we natuurlijk niet de eerste in... en we gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Dus ja, daar zou ik heel graag meer over willen horen. En dan gaan wij zorgen dat het gaat lukken. Veerle die aan het zwaaien met iets groens. Ja, mogen we even de mensen zien? Zijn er al mensen aan het jong leren met peren? Of Veerle. Ik zie Veerle met een thermosbeker. Ik zie ook Katja Gruij. Iedereen wil meedoen. Vier man. Ja, we doen er even twee, want we zijn al klaar. Aan het uitlopen. Veerle, korte reactie. Ja, we zouden heel graag meewerken. We zijn met onze Veggie Challenge nu ook bezig met het eigenlijk impact meting. Dat heeft vanaf het begin centraal gestaan. En we zouden jullie eigenlijk heel graag helpen om te kijken hoe je de impact kan vergroten en meten. En meer longitudinaal onderzoek doen naar de impact van eigenlijk dit soort interventie. Nou, kijk, dat is helemaal mooi. Katja, jij kwam ook met een plant door het beeld. Ja, het was trouwens een hazelnoot. Die heb jij gewoon naast je staan. Ja, die staat voor mijn studio, dus vandaar. De snackbar waar we mee bezig zijn, Snackbar Chew On It, is ook een project waar we dat niet alleen een normale snackbar is, maar waar ook een hele beleving omheen gaat komen. En ik hoorde net zeggen van, we gaan ook kijken naar bitterballen. En dus dan denk ik bitterballen, hamburger. Dus ik voelde wel een soort... dat ik denk van, wie weet kan daar ook een soort aansluiting vinden. Ik vind theater een interessant medium in combinatie met wat wij bijdoen. Ja. Ja. Nou, mooi. Dat zijn er al twee. Ik zie hier ook in het publiek Jeroen zwaait met zijn peterselie. Dus, dan ga ik het herhalen. Ja, ik vind het zo'n geweldig initiatief. Ik durf wel toe te zeggen dat vanuit de Green Protein Alliance... gaan wij via onze aangesloten levensproducenten... gaan wij jullie sponsoren met die vegetarische bitterballen. We hebben een sponsordeal in de pocket. Ik ga het even herhalen natuurlijk, dat wel on the record is. Dus de Green Protein Alliance en de partners die daarbij aangesloten zijn... die gaan jullie ook helpen en sponsoren in dat aanbod, dat plantaardige aanbod. Dus volgens mij zijn dit al hele mooie matches die gemaakt zijn. George, Eran, Eva, heel veel succes de komende tijd met de research. Schiet ons aan ook als jullie nog leuke contacten zoeken... En we kijken heel erg uit naar de première. En dat we daar allemaal weer mogen zitten met z'n allen. Dus, we gaan ons best doen. Dankjewel. Ja, bedankt. Mag ik een applaus voor iedereen? Ja, we gaan afronden. We zijn al iets over de tijd. Maar volgens mij is dat helemaal niet erg. Want ik vond het in ieder geval heel gezellig. Ik kijk nog heel even naar het scherm met de mensen thuis. Of daar nog prangende laatste vragen zijn. Opmerkingen. Of er nog mensen zijn die heel graag willen aangeven... dat ze in contact willen komen met iemand. Even kijken. Ik zie daar de meneer met de koptelefoon. Met een... Ik weet niet precies wat je in je hand hebt. Een bosje peterselie? Kijken. Kan je me horen? Ja, ik kan je horen. Kan je vertellen wie je bent en wat je doet? Hoi, ik ben Paul de Graaf van coöperatie Ondergrond. Ik heb wat rankspinazie, dus een meerjarige groente bij mij uit de tuin bij me. Ga ik zo opeten bij de lunch. Lekker. Daar zijn we ook wel aan toe. Heel kort, wij zitten ook heel erg in een bubbel te werken aan voedselbossen. En daarmee willen we ook de hele wereld veranderen. Maar we werken vaak met partners in Rotterdam met name. En één project doen we ook met een Surinaams buurthuis. En met Sabrina Stark, die dat project heeft aangezwengeld. En in dat
dat opzicht ben ik ook heel benieuwd naar de ervaringen van de voedselapotheek, zeg maar. Om met verschillende doelgroepen over gezondheid na te praten. Want dat is een van de doelen van ons project. Ja. Dus, en hoe je dat ook meet, hè? Want hoe ga je nou aan het eind laten zien, juist in zo'n informele setting, van wat je daarmee kan bereiken en zo. Dus ja. Graag een keer contact. Ja. Nou, bij deze zijn jullie aan elkaar gekoppeld. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de inspirerende verhalen vandaag. Jullie zijn echt allemaal ware veranderaars en grote visies voor de toekomst. En dat juichen we natuurlijk alleen maar toe, want die mensen hebben ontzettend hard nodig. Dank aan alle mensen thuis voor de leuke vragen. Iedereen krijgt een pakketje thuis opgestuurd. Ik denk dat dat komt na het weekend. Een beetje bedoeld eigenlijk als, sowieso als bedankje voor jullie bijdrage vandaag, maar ook als herinnering aan de afspraken die misschien nog na vandaag gemaakt kunnen worden met elkaar. Dus zoek elkaar op. Als het goed is hebben jullie aangegeven dat de contactgegevens gedeeld mogen worden. Dus praat met elkaar na, online of misschien een wandeling door het bos. Maar hartstikke leuk als daar verbindingen worden gelegd. Dank aan Pakhuis de Zwijger voor het mogelijk maken van deze productie. Natuurlijk aan Stichting Doen, team van Food Cabinet ook voor de productie. Alvast een heel fijn weekend en heel veel succes met al jullie initiatieven. Dankjewel.